Ja, goedenavond allemaal mensen hier in de zaal en ook mensen via de livestream die nu thuis zitten te kijken. Dat zijn er ook een heleboel, heb ik begrepen. Wat fijn dat jullie hier allemaal zijn en wat bijzonder dat we dit kunnen doen. Natuurlijk na corona, bla bla bla, maar ook Bernard, hè, 129 afleveringen geleden hadden wij dit niet kunnen verzinnen. Nooit. Nee, wij zitten meestal in ons eentje zo met elkaar te praten en nu zitten we ineens met een volle zaal. Wat fantastisch. Echt heel erg leuk. Ja. Moet altijd even noemen natuurlijk, dit is Haags College en BNR Nieuwsradio, een samenwerking. Dus ook mooi dat dat zo gezamenlijk hier kan. En ja, we gaan eigenlijk verder hetzelfde doen wat we altijd doen, wat we wekelijks altijd doen. En dat is Bernard Hammelburg, de buitenlandcommentator van BNR. En ik, Jan Posma, ik ben de correspondent van BNR ook en De Telegraaf. Wij bespreken dagelijks of wekelijks eigenlijk alles wat met Amerika te maken heeft. En nu dus vanuit Den Haag. Ja. En meestal doen we dat dan eenzaam en alleen. Dus hebben we elkaar in ieder geval. Dus dan zit Jan achter zijn keukentafel, dat kondigde hij ook altijd aan, met een bak koffie. Zo is dit verhaal ook ontstaan, komen we nog wel op terug. Ja, zeker. En ik dan, in Amsterdam of in New York, afhankelijk waar ik ben, maar altijd alleen, op een hele enkele uitzondering na, want 2-3 weken geleden zaten we samen bij jou thuis in Washington. Ja, dat was uniek. Dat was echt kicken. Ontzettend leuk. En je komt ook wel eens in New York, dus dan doen we het samen in New York. Dat is ook leuk. Daar gaan we zo ook nog wat plaatjes van laten zien. Hè? Ja. En ten eerste zijn we eigenlijk vooral heel benieuwd wie er allemaal in de zaal zitten. Want als podcastmaker, dan krijg je wel eens reacties terug. We krijgen gelukkig heel veel brieven, e-mails, tweets. Altijd superleuk. Maar ik ben ook wel even benieuwd hoe dat nu in de zaal zit. Dus ja, ben je een vaste luisteraar van de podcast? Mag eerlijk zijn hoor, ook als het niet zo is. Steek even je hand omhoog. Nou, niemand. Wat een fantastisch beeld, jongens. Ja. Mooi. En voor wie dus nog niet luistert, we zijn te vinden, hè, op iTunes en alle plekken waar je dat kan krijgen. Wie is er wel eens in Amerika geweest? Zo. Dat is ongeveer hetzelfde aantal, denk ik. Nee, minder, maar, ja, er zitten een heleboel wannabes nog bij. Ja, precies. Nou, daarover. Wie zou wel eens voor een tijdje in Amerika willen wonen? Het wordt weer wat minder. Oh, mijn moeder steekt ook haar hand op, dus ik ben benieuwd. ik was ook nog wel even benieuwd, want wij hebben natuurlijk een hele speciale gast vanavond. Zijn er nog filmliefhebbers in de zaal? En dan ben ik ook wel benieuwd of mensen... Nou, laat ik eerst even vragen, zijn er filmliefhebbers in de zaal? Ja? Oh, dat zijn er ook een heleboel. Heeft iemand de nieuwe Top Gun film al gezien? Ja. Is ook wel? Oh, kijk. Is het wat, jongens? Ja, ja. Ja, ik hoor daarover dat hij heel goed is. Grandioze recensies. Zeker. Ja. En waarom ik die even noem, Tom Cruise die wordt niet ouder, hè, Bernard. Die blijft gewoon altijd dat jonge broekje die in gevechtsvliegtuigen zit. Onze gast van vanavond? Ook niet. Die wordt ook niet ouder. Nee. Want we hebben het in de Amerika-podcast ook natuurlijk al vaak over politiek. Maar we vinden dat je af en toe ook moet hebben over culturele dingen. En we hebben dus als speciale gast, een man die je allemaal kende. Hij heeft, vinden wij, de beste slechterik ooit gespeeld in een James Bond film. en nog een heleboel andere dingen. Hij maakt documentaires. We zaten net samen in de auto. Hij schildert, hij doet allerlei dingen. Regisseert. Hartelijk applaus voor Jeroen Krabbé, hier op de eerste rij. Ja. Ja, dat vinden we heel leuk dat hij hier is vanavond. En later komt hij er ook bij, komt hij tussen ons in zitten. Daar gaan we met hem van het lijf vragen. En ik ben ook benieuwd of dat Russische accent of dat er nog in zit. Of dat dat ergens ver weg is. Dus daar komen we later nog op. Eerst wat huishoudelijke mededelingen. Gewoon even het spoorboekje van de avond. We beginnen zo met een kort kijkje achter de schermen. Gaan Bernard en ik even uitleggen hoe we dat nou doen, die podcast opnemen. En eigenlijk ook wat we in hemelsnaam de hele dag daar in Amerika uitspoken als we aan het werk zijn. We gaan even bekijken waar we zitten, hoe we dat doen, hoe we dat technisch gaan doen, gaan we misschien ook nog wel even uitleggen. Daarna gaan we natuurlijk de podcast opnemen, altijd een bijzonder moment. We nemen eerst daar even het laatste nieuws in door, daarna gaan we met onze gast praten. En omdat wij ook zo blij zijn dat jullie allemaal zijn, laat dat ook in de podcast lekker horen. Dus als je wil klappen, mag dat natuurlijk altijd. Als je wil toejuichen of juist wil boeroepen, mag dat ook altijd. Want dat komt allemaal in de opname. En dan klinkt het nog veel bijzonderder natuurlijk.
Altijd een belangrijk onderdeel van onze podcast, Bernard, zijn de vragen. Ja. Mensen mogen altijd vragen insturen. Nou, dat was nu een beetje lastig. Dus nu hebben we een ander systeem waardoor je hier in de zaal ook vragen kan stellen. Je ziet het al in beeld. Een mooie QR-code die je kan gebruiken om te scannen. En je kan ook naar haagscollege.nl/vraag/1597. Dat staat ook onder in beeld. En dat is een makkelijke manier om een vraag te stellen. En dan gaan we dan aan het eind van de avond komen we daar even op terug. Ik zie daar al een telefoon omhoog gaan. Nog eentje. Heel goed, heel goed. Dit is het moment dat je even op je telefoon mag kijken op deze avond. Dus ga vooral je gang. Ja, ik denk dat we daarmee wel de huishoudelijke mededelingen gehad hebben. Dus laten we eens even een kijkje achter de schermen nemen, Bernard. Hoe doen we dat nou allemaal, normaal gesproken? Wij doen het sowieso heel anders dan vanavond, hè? Want je zei het al, we zitten vaak allebei op ons eigen plekje, achter ons bureau of aan de eettafel of op welke plek we ook maar zitten op dat moment. We zien elkaar ook niet, we horen elkaar wel, soms met een heel klein beetje vertraging, dus dat is ook nog wel eens bijzonder om mee te maken. En ja, dan moet je denken dat techniek staat voor niets, maar dan hebben we gewoon een telefoontje met een oortje waarmee we met elkaar praten. En maar het geluid, dus de presentatie die we doen, die nemen we dan op een professionele apparatuur. Dus dan krijg je apart het geluid van Jan en apart het geluid van mij. Ja. Dat wordt dan naar een technicus in Amsterdam gestuurd. En die legt dat gelijk, zoals dat heet. En dan heb je dus een prachtig podcast. Ja, en dan heb je nooit storingen. Als het goed is, nee. Gaat ook wel eens mis hoor. Maar dan lossen we dat wel weer op een andere manier op. En Bernard, voor mij moet ik zeggen, is het ook een beetje mijn rustpuntje van de week. Ik ben benieuwd hoe dat voor jou is. Het is altijd druk. Je bent met van alles bezig. Je bent met de redactie aan het bellen. Die bellen ook altijd vlak voordat wij onze podcast gaan opnemen. Dus dit is voor mij ook het moment dat ik even echt letterlijk een kopje koffie zit. Ik ga zitten. Mevrouw Barbara die gaat even het huis uit, want die gaat dan even ergens anders koffie drinken. Die heeft geen zin om een uur naar ons te luisteren. Onvrijwillig. Kan ik me ook heel goed voorstellen. Maar dan gaan we er even voor zitten. En ja, dan nemen we eigenlijk al het nieuws door. Ik zit dan in Washington, dus ik kan jou nooit zien. Ik zie daar al hoe het eruit ziet als jij in New York. Als ik in New York zie, dan zit ik hier. Ja, het is uit dat raam. Het is de 18e verdieping zitten Hattie en ik. Zit ergens op Manhattan, hè? In Manhattan, in de Upper West Side. En als je recht door dat raam kijkt, kijk je over heel Manhattan heen. En dit is de andere kant uit. Dit is New Jersey, dit is de Hudson Rivier. Maar als je naar links kijkt, ja, dat, zo, die kant, dus ook. Dan zien wij het Freedom Building, ja, het raam. Dat is Freedom Tower. Het Freedom Tower, waar dus het World Trade Center heeft gestaan. Dus een heel aparte plek. Ja. En daar zit ik dan in mijn eentje aan een klein bureautje met een laptop en een microfoon. En nou ja, dat zag je net. En Jan dan aan zijn eettafel. Die zit ergens anders. Ja, ja, precies. En is dat voor jou nou ook een moment dat je eventjes tot rust komt? Nou, voelt dat voor jou? Nee. Toch wat stressvoller? Nee. Omdat we doen het meestal op donderdag. En dan daarvoor zenden wij het programma BNR De Wereld uit, wat ik presenteer. Je buitenlandprogramma. Daar zit jij ook altijd in als gast. Ja. Ja. Dus ik heb dan al een uur radio erop zitten. En dat is, als ik in Amerika zit, is dat dus vanaf 9:00 's morgens, dan moet ik om 6:00, 5:45 op. En als dat klaar is, komt meteen de podcast. Mm-hmm. Als ik in Nederland ben en ik doe het met jou, dan doen we het vanuit een studio. En dan heb ik dus BNR De Wereld van, nou ja, 3 tot 4. En daarna de podcast. Dus dat is voor mij ietsje comfortabeler. En wat het dus, weet je, wat het voor mij dus altijd is. Ik zit dus nog even kort in Bernards programma. En dat is rond 15:15 ongeveer. En dan denk ik altijd van, oké, nu kan ik even gaan zitten. Nu ga ik even goed kijken waar we het over gaan hebben. Zet ik dat kopje koffie. Ja. En dan, wat is het? Jouw programma is om 16:00 afgelopen. En 16:50 hangen we weer aan de lijn. Nou, 16:03 dan hang jij al. Ja. En dan lopen mij de koffie nog door. En dan moet ik je altijd een beetje aan de praat houden om te zorgen dat nog net even mee is. Ja. Jij rent volgens mij echt altijd naar de studio als je in Amsterdam bent. Naar de studio, ja. Ja, hey, en we zagen New York al. Fantastische uitzichten natuurlijk. We komen zo ook nog eventjes op mijn uitzichten af en toe. Misschien moeten we dat eerst eventjes doen eigenlijk. Want een van de onderdelen van die podcast is ook dat die elke week is. Nou was vorige week net even de uitzondering. Toen was het echt overmacht. Maar normaal gesproken, hij gaat altijd door. Dus soms dan valt David Hammelburg in, jouw zoon. Die dat zeer verdienstelijk doet. Dat noemen wij de nepotistische, het nepotistische alternatief. Ja, precies. Ja. Dus die, en soms dan zit ik ook ergens anders. En dit was in Maryland, toen was ik op vakantie. Het was heerlijk weer, zoals je ziet. En ik zat op de veranda. En dit is dan de pose.
hard aan het werk. Hard werken. Dit is het werk van een correspondent. Slippertjes uit en toen hebben we het een uur over van alles gehad. En wat je niet ziet, het was daar echt 35 graden en heel erg warm. Dus ik zweette me echt helemaal kapot. Dus ik was blij dat we weer de airconditioning in konden. Maar ze zitten steeds elke keer ook op een andere plek. Want ik zit heel vaak dus niet achter mijn keukentafel, maar heel vaak ook in een hotel. Ja. Dit is de gelegenheidsstudio vanuit een Best Western, geloof ik, ergens in Little Rock. Dan stop je die kussens er maar omheen, want het geluid wordt heel snel heel schel en dan klinkt het voor geen meter. En zo zit ik dan tussen de kussens en dan hoop ik dat de housekeeping niet langskomt en dat we dus het tot het einde van de podcast redden op die slechte hotelverbindingen die er altijd zijn. Maar zo gaan die podcasts dan een beetje. Gelukkig gaat het eigenlijk elke week goed met die verbindingen. Ja, en, ja, dit was 3 weken geleden. Ja. Ja. Dit was bij mij aan de keukentafel. Dus Barbara moest eruit en ik kon erin. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ja. Heb ik Barbara even ingewisseld voor een Bernard. Ja, dat was heel leuk. Want dat komt dus niet zo vaak voor dat we op dezelfde plek zijn. En Bernard, om dan toch even bij New York aan te komen. Want jij woont daar al hoe lang? Vanaf 1979. Nou kijk, dus jij kent die stad? Nee. Het klinkt nee, antwoord is echt nee. Ja. Hoe langer wij, Hetty en ik, daar wonen, hoe meer we ontdekken, hoe weinig we van die stad weten. Mm-hmm. Elke keer ontdek je weer iets nieuws. Het is zo groot. En er gebeuren zo ontzettend veel dingen. En het is zo gevarieerd. Het zijn hele gebieden waar we nooit zijn geweest. Ja, en dat blijft ook nog wel zo, denk ik. Want het zo is blijven. Altijd wel wat. Ja. Maar ik merk dat ook altijd, Nederlanders zijn enorm gefascineerd met New York. Ja. Ik weet dat jij... Het is volgens mij je lievelingsstad zo'n beetje. Ja. Wat maakt het voor jou nou zo'n bijzondere stad? Waarom moet jij altijd elk jaar minstens de helft van de tijd in New York zijn? Nou, in de eerste plaats, ik ben wat zeggen, in Amerikaans zou je zeggen, I'm a city kid. Dus ik ben stapelgek op steden. Ik hou van uitlaatgas en van hitte en van, echt waar, en van gewapend beton en allemaal dingen waarvan en zo min mogelijk groen. Dat heb je daar dus allemaal. Nee, maar nou, het is wel waar hoor, wat ik zeg. Maar wat het mooie is, vind ik, en dat is typisch New Yorks. Je komt uit zo'n flat, wij zitten dan op de 18e verdieping. Je gaat naar beneden, loopt de straat op en je staat meteen in het bruisende leven. Ja. Met winkeltjes en mensen. En wij wonen dan in de Upper West Side. Dat is niet echt een toeristische buurt, maar wel een echte New Yorkse buurt. Er woont echt alles door elkaar heen. Heel veel leven ook, hè? Heel veel leven, ja, maar ook alle rassen en godsdiensten. En alles leeft daar samen in die buurt. Ik vind het heerlijk daar, kan niet anders zeggen. En onze kinderen wonen inmiddels buiten. Buiten de stad bedoel je dan? Ja. Buiten de stad. Iets meer groen. Iets meer groen, ja. Ja. En als we af en toe zo eens met ze praten en zeggen, en hoe gaat het, zeggen ze, nou... We missen wel de stad, hoor. Ach, zelfs onze 10-jarige kleindochter, die roept dan... Waarom gaan wij niet terug? Heel leuke dag. Ja, kan je nagaan. Terug naar waar het gebeurt. Nou ja. Ik moet nu even denken aan de laatste keer dat je bij ons op bezoek was in Washington. Nou. Wat zei jij toen jij de taxi uitkwam? Nou, dat was iets gebeurd dat we in geen jaren meer hadden meegemaakt, Hetty en ik. We zaten dus in een hotel in Washington, en voordat we naar jullie toe kwamen. En daar stonden we buiten. Ik geloof dat we een taxi wilden nemen. En daar hoorden wij... Vogeltjes. Midden in een stad, de hoofdstad van de wereld, hoorden wij vogeltjes. En dat kan niet waar wezen. Doodstil daar. Jongen, wat een saaie boel. Heb ik altijd gevonden van Washington. Toen ik vertelde dus, dat hij... Dus nou jij, waarom woon je in zo'n verschrikkelijk saai dorp? Wij hebben daar een beetje een vete over. Toen ik hem vertelde bij Bernard van, wij komen naar Amerika, fantastisch, maar... Washington, dat dorp? Ga je naar dat dorp? En ik heb er dus heel veel plezier in. We wonen daar met heel veel plezier. Wij kunnen ook regelmatig naar New York. Dat scheelt ook. Dat is ook heel erg leuk. Dan kan je die drukte opzoeken. Maar het mooie wat ik aan Washington vind... is die politieke spanning die er zit. En daar hebben we de afgelopen jaren natuurlijk genoeg van gehad. Die voel je ook in die stad. En als je daar bij de Starbucks even koffie zit te drinken... dan zit ik toch altijd even te luisteren wie er naast me zit. En dan kijk je toch even wie er zit en of ze iets spannends zeggen. En als Biden op pad gaat naar Delaware, naar zijn vakantiehuisje, dan horen wij de helikopters overkomen. En dan weten we dat hij weer weg is. En je komt de motorcades tegen, wat als je zelf in de auto zit soms wel lastig is. Ja. Want dan sta je zomaar een kwartier te wachten op de president. Maar je voelt dat het daar gebeurt. Ja. En de Mall, de plek met al die monumenten in Washington, hè, dat voelt echt als prachtig. Ja, een filmset. Ja, maar het is ook heel mooi.
Ja, ja. Dat toch even gezegd hebben. Ja. Ja, nee, en de vogel. Nee, dat is ook echt mooi. En al die musea, allemaal gratis. Ik bedoel, het is natuurlijk is het een geweldige stad, weet ik ook wel. Gelukkig. En ik heb een tijdje lang Witte Huis gedaan. En ik heb ook gereisd met de president. Dus dat hele circus ook meegemaakt. Dat is ook fantastisch, hoor. Ja. Dus ik begrijp het best. Maar je woont toch in de foute stad. Ja, ik weet het. Dit gaat nooit meer goed komen. Nee. Dit is nog even tenslotte voor de echte diehard fans die aflevering nog kunnen herinneren. Op een bepaald moment moest ik het huis uit. Ja. Want er werd verbouwd bij de buren. En dat was echt veel te luid. Toen ben ik hier gaan zitten. Dit is DuPont Circle. Daar wonen we vlakbij. Dat is een van mijn favoriete plekjes in Washington. Zo'n plek waar iedereen 's ochtends en 's middags langs loopt op weg naar zijn werk en weer terug. Hier speelt er een feestelijker jazzbandje. Maar die aflevering speelde er een jazz trio. Hadden we niet gepland. Ik heb ook een keer gehad dat daar bladblazers bezig waren. Dat was minder goed voor de podcast. Dat jazz trio, dat was de beste soundtrack die we ooit gehad hebben. Dus dit is een van mijn favoriete plekken. Ja. Ten slotte nog eventjes voordat we met het echte werk gaan beginnen, Bernard. Als jij kijkt op al die jaren dat jij in Amerika gewerkt hebt, gewoond hebt. Is er een favoriet nieuwsmoment voor jou? Nieuwsmoment, dat vind ik heel moeilijk. Mag ook een Amerikaans moment. Ja, een Amerikaans moment. Er gebeurt iets heel geks, hè. De allereerste keer dat ik daar ooit aankwam. Dan kom je vanuit het vliegveld, dus het allemaal op Long Island. Dan kom je die stad binnen, over één brug of een tunnel. Maar ja, dan kom je erin. Dan hoe oud was Bernard toen? Toen was Bernard een jaar of 30, denk ik. Oké. Ja. En het eerste wat ik dacht is dat ik dit mag meemaken. Gewoon een jongetje uit Amsterdam, uit een hele gewone achtergrond, niks bijzonders, dat ik dit mag meemaken. En dat heb ik nog steeds. Ja. Elke keer als wij daar aankomen en we rijden de Triborough Bridge, die heet tegenwoordig Robert Kennedy Bridge, want zo zijn Amerikanen. Als je een tijdje dood bent, kan dat. Ja. Of als je betaalt, toch? Dat zijn de twee opties. Ja. Elke keer dan rijden we daar over en dan zit je in een taxi en dan zie je links zo die skyline van Manhattan langskomen. Ja. En elke keer weer denk ik dat ik dit mag meemaken. Ja. Elke keer weer. Het is denk ik heel herkenbaar gevoel voor veel mensen die in New York zijn geweest, of niet? Dat, ik zie wat mensen knikken, met tranen in de ogen bijna. Het is echt prachtig, ja. En als er nou nog een nieuwsmoment is, want jij hebt meerdere impeachments meegemaakt, je hebt oorlogen meegemaakt, mag ook het vervelendste? Nee, het rare is, dat heb jij ook, en dat hebben we, als je langer in dit vak zit, dan heb je heel veel hotemetoten ontmoet en presidenten wel eens geïnterviewd en weet ik wat allemaal. En dat is allemaal heel spannend om te vertellen, maar dat is niet wat het meeste indruk op mij maakt. Mm-hmm. Dat zijn bijna altijd hele gewone mensen waar je gesprekken mee hebt. Dat blijft hangen. Ja. En er is één ding dat ik nooit meer uit mijn geheugen krijg. Het duurt heel even. Mag dat? Van de... Ja, joh. Duurt een paar minuten. Aan het eind worden ze pas zeker. Ja, nou, dan worden ze weer. Dat is waar. Nee, maar ik er was. Je weet ongetwijfeld van. De nazi's hadden een rassige theorie gebaseerd op allerlei dingen. Mm-hmm. De bouw van het lichaam en het hoofd en hoe groot het was. Maar ook, die hadden ook een euthanasieprogramma voor mensen die zwakzinnig waren of anderszins niet, geen kansloos. Dat idee was ooit door een Brit ontwikkeld, wat ik niet wist. We hebben het net gegoogeld voordat we hier gingen. Okay, ja. Maar het is groot geworden in Amerika. En dat heette eugenics. Eugenics. Ja, ja. En dat is in Amerika ontwikkeld. En wat was nou het verhaal wat ik maakte? Ze hebben dat. Er was een vrouw die woonde in echt de bitterste armoe in een woonwagen ergens in een verschrikkelijk. Je kent die trailerparks. Mm-hmm. Het kon niet armoediger. Mm-hmm. En die vrouw die had als klein meisje in een weeshuis gezeten. Was daar op de 14e zwanger geworden. Dat kind was in een adoptiecircuit terechtgekomen. En daarna, na 2 jaar of zoiets, had ze een onderzoek bij de dokter. En die zei, je blinde darm moet eruit. En het bleek dat ze haar gesteriliseerd had. Dat programma, er zijn op die manier zijn honderdduizenden mensen gesteriliseerd. Met allerlei trucs. En dat heeft geduurd tot midden of eind van de jaren 70. Zo lang is dat doorgegaan. Wow. En hoe kwam ik nou bij die vrouw? Omdat dat kind wat ze ooit had gehad, die was gaan zoeken. Ja. En die had zijn moeder gevonden. Ja. En zo is zij erachter gekomen. Want ze was ze dacht dat ze onvruchtbaar was. Mm. Dat was helemaal niet zo. Dat een verhaal, joh. Ja, en dat verhaal van die vrouw,
straatarme vrouw, gefilmd was voor de NCV-televisie, geloof ik. Mm-hmm. Met een camera helemaal strak en stil op het gezicht van die vrouw. Dat is me door merg en been gegaan en heb ik nooit meer vergeten. Omdat dit heeft zoveel componenten in zich. Ja, hier dus, komt inderdaad eigenlijk alles samen. Hier komt een beetje alles samen, ja. De andere kant van de Amerikaanse maatschappij. Ja, en ook van mijn eigen gevoel. Ja, waanzinnig. Ja. Ja. En jij? Heb je wel eens iets leuks meegemaakt? Ik weet niet of ik hier wel tegenop kan. Laat ik in ieder geval zeggen dat wat ik heel herkenbaar vind, het ontmoeten van mensen. Ik heb de laatste jaren heel wat rampen meegemaakt. Orkanen noem het maar op. Schietpartijen natuurlijk, gaan we het zo ook nog over hebben. Allemaal hele heftige dingen. Maar wat je altijd ziet, en wat me echt enorm opvalt daar... in Amerika, het optimisme daarna van Amerikanen. En wij denken, en dat is ook zo, het is een heel individualistisch land. Die zijn heel erg met zichzelf bezig. En met de grootte van de auto en wat om me heen gebeurt, dat zal allemaal wel. Maar op zulke momenten, dan komt daar echt iets naar boven... wat ik, denk ik, hier in Nederland nog niet eerder zo gezien heb. En daar zit... in combinatie dat optimisme en samen de schouders eronder... maar ook een welbespraaktheid, de manier waarop ze dat kunnen vertellen dan... Dat vind ik echt altijd waanzinnig. En het rare is dus altijd dat ik dan naar zo'n ramp ga en denk van, nou, dit wordt heftig. En dat is het ook altijd. Maar ergens rond dag 2, dan slaat het een beetje om. Want dan komt het optimisme van die mensen daar naar boven. Dat, bijzonder land. Ja, ik denk dat we eens eventjes naar die podcast door moeten. Ja. Want die moet ook nog gaan opnemen. Vind je het goed dat ik ga zitten? Ja, dat lijkt me heel goed. Want nu komt het serieuze werk natuurlijk. Ja, ik zit er alweer bij. Ja, ik eigenlijk ook. Dus ik ga er ook bij zitten. En dit is eigenlijk dat moment dus in de week wat we net een beetje schetsen. Moet je je voorstellen dat Bernd en ik allebei achter ons tafeltje zitten. En dan bellen we even kort met elkaar. En ik moet dan altijd opschieten omdat Bernd zo snel uit de studio komt. En dan zetten we ons kopje koffie en dan... gaan we zitten en dan gaan we even een uur het nieuws van de week doornemen. Ja, even eerlijk bij zijn, we verzinnen het niet helemaal ter plekke hoor. Het is een beetje, het is niet gescript, maar we maken altijd, het ligt hier ook, altijd een beetje een draaiboekje, omdat we willen ongeveer weten welke kant het uitgaat. Het is jullie misschien opgevallen dat we soms een beetje afdwalen? Dat gebeurt wel eens. Dus bij deze, maak vooral geluid als jullie willen, want dat is alleen maar leuk. We gaan nu gewoon die podcast helemaal opnemen en daarna gaan we ook nog even door trouwens. Dus blijf gewoon lekker zitten. Wij tellen normaal gesproken af, dat hoeft nu niet denk ik. Komt er een tune of niet? Er komt een tune, ik ga zo mijn hand omhoog doen, net alsof we in een studio zitten. En okay. Dan gaan we de tune horen en dan gaan we beginnen. Ja, en heel veel van wat we net hebben gezegd zul je dus weer horen, maar dan is het dit is allemaal niet opgenomen. Dat was goed. Dus reageer verbaasd. Maar vanaf nu dus wel. Ja. Ja, en jullie mogen zo klappen, want dat klinkt natuurlijk heel erg leuk. Dus ik steek mijn hand maar even omhoog. Ja, bij elke schietpartij in Amerika... Wat mooi. Ik denk dan altijd, dan klappen ze na de aankondiging. Maar nee, hebben deze maar gehad. Heel goed hoor. We beginnen even serieus. Bij elke schietpartij in Amerika denken wij, de rest van de wereld, die wapens, waarom doen ze daar niet wat aan? Nou, precies die vraag stelde een Britse journalist deze week ook aan de bekende pro-wapenrepublikein uit Texas, Ted Cruz. But why does this only happen in your country? I really think that's what many people around the world just, they cannot fathom. Why only in America? Why is this American exceptionalism so awful? You know, I'm sorry you think American exceptionalism is awful. I think this aspect of it. You get your political agenda. No, it's honestly. God love you. Senator, it's not. I just want to understand why you do not think that guns are the problem. Why is this just an American problem? It is just an American problem, sir. Mr. Cruz, why is America the only country that faces this kind of mass shooting? But you can't answer that. You can't answer that, can you, sir? You can't answer that. Why is this country? Why is it that people come from all over the world to America? Because it's the freest, most prosperous, safest country on earth. It may be the freest, it may be the most popular. Why are our kids dying in... Ja, en weg was hij. Waarom wil een groot deel van die Amerikanen niet aan strengere wapenwetten? Daar gaan we het over hebben. Daarna kijken we naar Biden en blikken we vooruit naar de komende verkiezingen. En we hebben een speciale gast, die komt er ook zo bij zitten. Denk aan acteren, denk aan regisseren, schilderkunst, maar ook
James Bond natuurlijk. En een heel eigen Hollandse kijk op Hollywood. Dat zo. Dit is aflevering 130 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma. Niet aan mijn eentafel. En dit is ook niet Washington. This ain't Kansas anymore. Yes. Waar komt dat uit? God, dat was snel. The Wizard of Oz. Ja. The Wizards of Oz. Mijn naam is Bernard Hammelburg vanuit een uitverkochte zaal in het perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Het centrum van de macht in deze wereld, mag ik wel zeggen. Dit is een samenwerking van BNR en het Haagse College. Ja, en ik zeg het toch nog maar even. Hè. Wat bijzonder dat we dit kunnen doen vanavond. Hadden wij 129 afleveringen geleden niet verwacht. Met een volle zaal hier in Den Haag. Dus wordt een mooie avond. Ja, en het is ook fantastisch om hier te zijn met luisteraars. Want dat gebeurt eigenlijk nooit. We praten met elkaar en soms zitten we wel eens samen met de podcast. Maar hebben we nog nooit eerder publiek erbij gehad. Nee, dus dat is ook wel even een beetje spannend. Dit is toch wel wat anders dan tegen een leeg scherm praten. Zo is het. Ja. Maar goed, serieuzere zaken. Wie Amerika zegt, zegt ook schietpartijen op scholen, in supermarkten, op straat, eigenlijk overal. Het is echt de andere kant van Amerika. En hoe verbaasd of verontwaardigd politici ook reageren, vuurwapengeweld en vuurwapens, dat is gewoon in Amerika. Ook als je naar de cijfers kijkt, Bernard. Jij bent er even ingedoken. Even ingedoken, ja. Dit jaar, dat zijn halverwege het jaar, zeg maar, bijna, hebben zich al 27 van die massaschietpartijen voorgedaan op scholen. En een massaschietpartij is gedefinieerd als minstens 4 slachtoffers. En er waren al, tot nu toe, al 212 schietpartijen in dit halve jaar, van die massaschietpartijen, waarvan dus 27 op scholen. En dan zijn er sommige, zoals we nu net hebben gemaakt, daar in Texas en in Buffalo, die krijgen enorm veel aandacht. Maar alleen het afgelopen weekend, was een feestweekend, Memorial Day. Dan herdenk je de doden, bedenk ik nu plots. Ja, wat een cynisme, maar oké. Ja. Alleen in dat Memorial Day weekend kwamen er 156 mensen om door vuurwapengeweld en 412 raakten gewond. En dan in Amerika wonen 341 miljoen mensen, geloof ik, en die bezitten 390 miljoen wapens. We hadden het er met Pieter van Haags College er even over. Die zei van in Nederland hebben we meer fietsen dan mensen. Amerika is dus het land meer wapens dan mensen. Toch ongelooflijk. Bernard, mensen vragen mij ook wel eens. Weet jij nog wanneer je eerste shooting was? Dat komt nu dan, als het weer in het nieuws is, dan komt dat wel weer voorbij. Van, weet jij dat nog? Nou, zit jij al veel langer in de VS. Ik denk ook meteen, het zijn er al zoveel. Ik zit er iets van 4 jaar. Ik moet denken aan El Paso. Dat was een schietpartij in een Walmart, waar een rechtsextremist mensen daar neerschoot. Dit zijn de beelden daarvan, hoe mensen daar voor die Walmart aan het herdenken waren. Dat was een stadje met een enorme Latino-gemeenschap. Die mensen waren gigantisch daardoor geraakt, want iedereen kende wel een slachtoffer. Dat was echt een... Hier zie je Beto, dat is een presidentskandidaat misschien binnenkort wel weer. Daar mensen troost, daar in het midden in het blauwe overhemd. Hele indrukwekkende plek om te zijn, omdat je de pijn zo ongelooflijk voelt op zo'n normale plek, een Walmart, een supermarkt. Dus daar moet ik meteen aan denken. En natuurlijk die Stoneman Douglas High School, dat was toen ik net in Amerika zat. Ook zo'n storm aan reacties wat je nu ziet. Wat is het voor jou? Ik heb niet een specifieke herinnering. Ik heb ook die verhalen gemaakt. Er is er wel één die mij te binnen schoot in Chicago, want dat was een tijd lang ongeveer de hel op aarde. Daar gebeurde het echt elke dag. En daar heb ik nog steeds heel erg. Ja, daar heb ik een aantal reportages gemaakt, ook voor televisie, dat zei het over gangster rap. Dat is een bepaalde vorm van muziek. Want dat wordt heel veel met die geweldsgolf geassocieerd. In samenwerking met Jesse Jackson, die dominee. Burgerrechtenactivist. Burgerrechtenactivist, die was daar heel actief in. Waarom weet ik dat nog zo goed? Omdat toen wij terugreden van het vliegveld, toen stortte daar een vliegtuig neer. Gewoon op het vliegveld van Chicago, een DC-10. Heel berucht vliegongeluk geweest. En mijn cameraman, die ook toevallig piloot was, moet je nagaan. En ik zijn daar toen heen gereden en daar staan filmen. En die beelden zijn de hele wereld over gegaan. Had niets te maken met het verhaal waarvoor we kwamen. Ja. En daar is ook geen millimeter meer van uitgezonden. Nee, dan ging het daarover. Ja. Ja. Nou, even over, want daar hebben we het elke keer weer over, en die presidenten beginnen ook steeds over. Waarom is er geen
strengere wetgeving over wapens. En als je praat over strengere wetgeving over wapens, waar hebben ze het dan precies over? Mm-hmm. En hoe staat het daar nou voor? Ja, want dat is wel iets dat is op dit moment weer gaande. Het is zo'n cyclus vaak, hè? Dan heb je zo'n schietpartij, een bloedbad. Het is allemaal vreselijk. Het is overal op het nieuws, in Amerika in ieder geval. Overal zie je het. Iedereen is verontwaardigd, geschrokken. Er is ook meteen weer discussie. Die wapens, die wetgeving die moeten komen. Maar dan komt er daarna ook een soort van, ja, dan loopt het proces toch vast. En we zitten nu op het punt dat Biden net weer een emotionele echt oproep heeft gedaan vannacht. Die zei, doe er wat aan. En dan wijst hij naar het congres, hè, van doe er wat aan, los dit op. En wat ik wel typisch vond, wat mij opviel, in die toespraak duurde 17 minuten, heeft hij 11 keer het woord genoeg gebruikt. Als in, het is genoeg, we moeten hiermee stoppen, het is genoeg. Hij bleef dat maar gebruiken. Daar zat echt emotie in. Maar ja, als president kan hij dat niet in zijn eentje doen. Dus hij kijkt naar het congres en die zijn op dit moment bezig met de Protecting Our Kids Act. En dat zijn een paar strengere wetten. Bijvoorbeeld strenge straffen op wapensmokkel. Ook een ongelooflijk detail, de minimumleeftijd voor semi-automatische wapens. Dus dat zijn die AR-15's waar zoveel over gesproken wordt, die grote dingen. Die moet omhoog, zeggen ze, want die staat nu nog op 18. Die moet naar 21. Nou, dat lijkt me heel verstandig. En in sommige staten is het dus zo dat je nog niet een pistool kan kopen op je 18e, maar wel een AR-15. En het idee is dan van, die is zo groot, die kan je niet verstoppen. Dus eigenlijk is het gevaarlijker om een gewoon pistool te hebben. Maar over dat soort wetten hebben we het dan. En ook over en dat soort details. Je mag pas een biertje drinken als je 21 bent, hè, in Amerika. Ja. Echt zo. Ja, precies. Dus dat zijn, over dit soort dingen gaat het nu. En daar is ook alle hoop op gevestigd. En dat zegt ook wel wat. Hè, dat iedereen is dan, of nou niet eens iedereen, maar zo'n klein deel is heel erg bezig in Washington om het op te lossen. Maar dan komen ze met dit soort details. Het gaat ook om belangrijkere dingen als bijvoorbeeld red flag laws. Dat zijn wetten waarmee je als iemand zwaar depressief is of andere problemen heeft, dat dan het wapen kan worden afgenomen preventief. Als je bijvoorbeeld een berichtje ergens achterlaat bij een school, dat ze dan kunnen zeggen, wacht even, we zijn gewaarschuwd, we nemen dat wapen af. Dat kan op heel veel plekken niet. Maar dit soort details gaat het dan over. Dus de oplossing komt nog niet bepaald in zicht. En er is ook heel weinig hoop dat dit er überhaupt over doorheen gaat komen. Want democraten willen dit vooral, met name. Maar republikeinen die zeggen, we moeten die scholen meer gaan beveiligen. We moeten leraren bewapenen. Je hebt de oplossing van Trump gehoord, hè? Dat was leraren bewapenen, toch? Bewapen leraren. Ja. Dus als er dan zo'n jongetje met z'n, want het was een jongetje van 18, met zo'n enorm geweer naar binnen komt en zo'n klas begint neer te schieten. Als de leraar dan ook gewapend is, dan kan hij terugschieten. Dan moet je nagaan, moet je even over nadenken, want dit was een lagere school. Mm-hmm. Dus de meeste kinderen, dat waren kinderen van 7 of 8, hooguit. En een juf, of een meester, maar meestal is het op die leeftijd nog een juf. Dan moet je voorstellen dat je zo'n juf verplicht om een wapen te dragen. Hoe voelt dat, los van de omstandigheden? Mm-hmm. Dat je tegen een onderwijzeres zegt, hier een wapen moet je bij je hebben en als ze binnenkomen moet je gaan schieten. En houd het weg bij die kinderen. Ja, want zo bescherm je die kinderen. Ja, precies. En zo'n Ted Cruz die we in het begin zagen, die zegt dan van, we moeten gewoon het aantal uitgangen van een school moeten... Ja, één in een uitgang met zo'n poortje waar je doorheen moet, dan is het probleem ook opgelost. Dus u begrijpt het gaat over allerlei randzaken, maar het gaat niet over hoe kan dit opgelost worden. Bernard, ik gaf het is weer apathie eigenlijk, daar gaan we een beetje weer over. Ja, maar er is iets wat mij meer steekt. Er is in de geschiedenis van de Verenigde Staten nog nooit één president geweest die tegen het Tweede Amendement is. En dat is, en dat is het wapens, amendement dat het bezit van wapens rechtvaardigt of toestaat. Er is nog nooit één geweest. Ze roepen allemaal wel, ook Obama niet, ook Bush niet, ook niemand. En ze roepen allemaal wel dat ze het vreselijk vinden en dat ze er tegen zijn en dat ze het afschuwelijk vinden. Maar ze doen in feite niks. Het zijn marginale dingen. Laten we proberen die hele grote wapens te verbieden. Oh ja, en een pistool dan? Ja. Alsof dat wat uitmaakt. Dus dat is één ding. En het Tweede Amendement is ook een heilig ding. Hè. Vergeet het niet, het staat meteen na het Eerste Amendement in de grondwet. Het Eerste Amendement gaat over de persoonlijke vrijheden. Mm-hmm. Hè. En het Tweede komt daar meteen achteraan. Zo belangrijk is het. Mm-hmm. Heel veel belangrijker dan andere burgerrechten. En daar mag niet aan worden getornd. En dat vinden de Republikeinen, maar ook de Democraten.
Ja, dat is wel een belangrijk punt, want er is natuurlijk heel duidelijk, zie je, die beweging nu bij de Democraten, de verontwaardiging bij Republikeinen, veel meer het pro-wapengevoel. Maar er zijn ook genoeg Democraten te vinden, of gewoon Amerikanen die niet zo politiek bezig zijn, die echt wel enorm pro-wapen, pro-Second Amendment zijn. Zeker. Ja. Zijn allemaal. Het is niet allemaal zwart-wit, zullen we het zo. En iedereen zegt ook, en zeggen ook vaak, Obama zei dat bijvoorbeeld van, ja, ik vind het best leuk om af en toe met mijn vrienden een beetje te gaan jagen en zo. Mm-hmm. Dus, ja. Dus ze hebben altijd een excuus waarom ze zeggen, ja, een wapen, dat we staan ook tegen. Ja. En Clinton, bij de familie Clinton, ik heb ooit de moeder van Clinton geïnterviewd, dus een verhaal apart. Als jullie terugkomen, vertel ik dat ook nog eens. En daar hing dus, had je een schoorsteenmantel en daarboven hing het familiegeweer. Ja, ja. Wat gezellig. Ja, is mee opgegroeid. Ja. Ja. En hij had een vader met losse handjes, daarom weet ik het. Mm-hmm. En zijn moeder vertelde dat hij op een dag dat geweer van de schoorsteenmantel heeft gepakt en op zijn vader gericht. En zei, als je nog een keer slaat, schiet ik je dood. Bill Clinton. Ja, ja. Het telt ook heel veel over hoe die man zich later psychisch heeft ontwikkeld. Echt waar. Dat meen ik heel serieus. Maar goed. Ja, 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 ja. Besides the story. Moeten we misschien eens eventjes in het hoofd van de echte pro-wapen republikeinen duiken? Wat voor gedachten zit daarachter? Die Ted Cruz die we in het begin lieten zien. De mensen die we nu laten zien. Je ziet ook dat heel duidelijk die wapens, dat is onderdeel van een lifestyle. Hè? Dat is iets om trots op te zijn. Dit komt uit een boek waarvan ik de titel even vergeten ben. Maar het is een fantastisch boek waarbij allemaal Amerikanen met hun wapens op de foto gaan. En deze mevrouw, ik weet niet meer waar ze wonen, maar ze is naar Florida volgens mij verhuisd. Of naar Texas. Nee, het zal Texas zijn, gezien de ster. En die zei dan dat onder andere vanwege die wapenwetgeving, want ik kon er niet meer tegen. Ik wilde gewoon vrij met mijn wapens. Nou ja, dit soort dingen doen. Lekker op de foto en ze uitstallen. Maar laten we even een paar punten bij langs gaan. Want het is denk ik wel goed om even de psyche daarachter en het idee daarachter uit te leggen. En breek alsjeblieft in waar je wil. Er zijn natuurlijk heel veel praktische redenen. Hè? Dat vergeten we wel eens. Want in Nederland, daar zitten we allemaal hutje-mutje op elkaar. En als de politie belt, dan staat hij ook waarschijnlijk in een paar minuten voor de deur. Dat is in Amerika natuurlijk anders. Daar heb je wilde natuur. Daar heb je absolute eenzaamheid. Daar moet je jezelf kunnen verdedigen. Dat is één ding. Het tweede is, het grondrecht is gebaseerd op het idee dat je je moet kunnen verdedigen tegen je eigen regering als die niet meer deugt. Mm-hmm. Dat is de grondgedachte van dat tweede amendement. En dat is typisch voor een land dat kwam uit een koloniale periode. Mm-hmm. Waar ze de Britten vreesden en dachten, je moet je kunnen verdedigen. Je moet milities kunnen vormen. Zo staat het ook precies in dat amendement. Dit land is ontstaan dankzij die wapens. Precies. Ja. Ja. Dus het gaat verder dan alleen maar het idee van, ik wil zo graag een wapen hebben. Wat ik daar ook interessant aan vind, want je noemt inderdaad, dat is 1776, dat is heel lang geleden. Dat is alweer een paar dagen terug. Maar ja. Als je nu met mensen, met bijvoorbeeld militieleden spreekt, wat ik een paar jaar geleden was ik op een dag waar allemaal dat soort mensen waren voor een, voor een groot protest in Richmond in Virginia. Dat was een pro-wapenprotest. En dan kwam iedereen dus in vol ornaat. En dan zie je dit zijn hobbyisten, maar ze zien eruit als militairen. En die vertelden mij, die gaven dat argument wat jij net vertelt, van ja, wij willen, als die overheid te ver gaat, dan willen wij ons kunnen verdedigen. Want anders dan, en dan wordt heel vaak de Tweede Wereldoorlog erbij gehaald, jullie konden je ook niet verdedigen. Nou, wij gaan dat in Amerika anders doen. Wij zijn sterker tegen onze overheid. Ja. Dat geloven ze echt, dat is nu echt een belangrijk punt. Ja, en het heeft er altijd in gezeten. Dus we denken dat steeds dat dit nieuw is of erger wordt. En dat is niet zo. Mm-hmm. Het is even erger als decennia lang al het geval is. Maar wat denk ik wel veranderd is, het is ook echt zo'n culture war onderwerp geworden. Het is zo'n onderwerp waar mensen boos van worden. Zoals abortus er ook een is. En zo zijn er wel meer dingen. Je weet wat ik heb gezegd. Het is me niet door iedereen in dankbaarheid afgenomen. Maar een embryo is belangrijker dan een 7-jarige scholier in Amerika. Ja, het is garantie tot de geboorte. Dat is zeg maar. Nee, maar dat in die hele abortusdiscussie gaat over embryo's. Mm-hmm. De wapendiscussie gaat over 7-jarige kinderen die worden doodgeschoten. Mm-hmm. Dat recht om dat te kunnen moet je beschermen. Ja, en dat recht staat dus boven alles, zien we. En volgens mij heeft dat dus ook met dat culture war gebeuren te maken. Dat dat ook zo'n politieke strijd is geworden. Dat als democraten zeggen we willen hier vanaf, dat republikeinen dan automatisch zeggen dan willen wij er niet vanaf. Nee. En daarnaast is het ook
een lifestyle geworden. Die foto's net op de oprit, dat is echt wapens als een lifestyle. En ik denk ook de invloed van de NRA is nog steeds, we horen altijd, het gaat niet zo goed met de wapenlobby in Amerika, maar dat is nog steeds groot, hè? Ja, en je weet hun motto, wapens doden geen mensen, mensen doden mensen. Ja, precies. Dat is een NRA, motto van de NRA. Hey, en die NRA die is er al een tijdje, net als al die presidenten die er wat aan proberen te doen. We noemden net Biden al, maar dat is niet de eerste president die dit op zijn bordje krijgt. Hillary and I are profoundly shocked and saddened by the tragedy today in Littleton, in Southern California. By the news of the shootings at Virginia Tech. Roseburg, Oregon. It's an elementary school in Newton, Texas. Parkland, Florida. Michigan. The prayers of the American people are with you. We are praying for them. Laura and I and many across our nation, our entire nation, with one heavy heart, is praying for the victims and their families. Ja, we kunnen beiden er zo tussen plakken, denk ik. Ja, we hebben dit al zo vaak gehoord. Ik denk ook altijd van, ze zijn toch president? Waarom niet gewoon zo'n executive order of even iets anders? Omdat je geen aanval kunt doen op de grondwet. Kijk, een executive order is wat wij noemen een algemene maatregel van bestuur, of het is een decreet. Mm-hmm. En dat kan een president in zijn eentje doen. Dat kan hier in Nederland het kabinet ook doen, zonder consultatie van de Tweede Kamer. Alleen het kan op een bepaald moment worden teruggeroepen, herroepen. En op de grondwet, een grondwetswijziging per decreet, nou, dat gaat onmiddellijk naar de rechter. Dat verliest hij. Gaat naar het Hoge Rechtshof, verliest hij opnieuw. Dus het leidt tot niets. Ja, en mocht het er al doorkomen, ook als het iets kleiner zou zijn, een volgende president veegt het dan weer van tafel. Hè? Ja. Dus dan zijn we weer terug bij af. Ja. Ik heb het gevoel dat dit wel een van die onderwerpen kan zijn voor de verkiezingen. Juist, en wat mij brengt op de vraag, hoe gaat het eigenlijk met Biden? Want ik kijk ook naar jij ook. Jij bent eigenlijk onze cijferman, maar goed, af en toe lees ik ook een krant. Ja. En er gebeurt iets raars, omdat Biden, dat kun je aan hem zien. Ook weer met deze kwestie, die vindt zichzelf het toonbeeld van redelijkheid en vriendelijkheid. Maar als je naar de peilingen kijkt, zit hij ongeveer op het vriespunt. Het kan niet veel erger. Hij staat er net zo voor als Trump, geloof ik, na anderhalf jaar. Dus dat is vrij belabberd, kunnen we wel zeggen. Vrij belabberd, ja. Ik heb in de New York Post een tabloid dat wij dolgraag lezen, Jan en ik, zijn we heel eerlijk. Vanwege de mooie covers en woordgrappen. Prachtig, ja. Die kopte vorige week, toen Biden met zijn toespraken kwam over die verschrikkelijke moordpartij onder die kinderen. The United States loves a winner, not a whiner. Amerika houdt van een winnaar, niet van een zeurpiet. Ja. En dit was het plaatje erbij. Ja, en in het commentaar schreven, hij is ongeveer net zo populair als brandnetels, deze president. Ja. Ja. Zitten we erin? Ja. Ja. Nou, die New York Post, dat is een Murdoch-krant. Hè? Dat is behoorlijk anti-Biden, pro-Trump. Dus dat is de context. Maar ze hebben wel gelijk dat hij staat er gewoon net zo slecht als Trump voor zo'n beetje op dit moment. Hij is gewoon niet populair op dit moment. En dat is echt een probleem voor Biden. En ik moet daarbij wel zeggen, niet alles is Biden schuld daarin. Want sommige dingen, daar kan je niet zoveel aan doen. Hoe een corona zich ontwikkelt, op een bepaald moment gaat je macht van als president ook maar zo ver. Een oorlog in Oekraïne is ook niet iets wat je natuurlijk kan voorspellen. Maar als je naar die peilingen kijkt, ik geloof 75% van de Amerikanen, dat is een NBC-peiling, die zegt Amerika is op de verkeerde weg. Maar 16% gelooft in het beleid van Biden. En dat is wel echt, echt belachelijk. Het goedkeuringscijfer van Biden, de approval rating, staat op 39%. En dat is een beetje waar we het met Trump kunnen vergelijken. Dat is ongeveer net zo laag als Trump. En Trump was natuurlijk een historische president, ook in de zin dat hij het land enorm verdeelde. Op een bepaald moment zat hij op dit punt in de peiling en dat bleef het een beetje, want mensen waren helemaal in beton. Zat de mening vast geroest, als het ware. Want dit was het en dat ging niet meer veranderen. En je ziet nu dus eigenlijk dat Biden dit op de andere kant op heeft veroorzaakt en dat hij dus ook op zo'n punt is beland. Ja. En dat is wel dramatisch natuurlijk, zo kort voor de verkiezingen. En nog eventjes wat nou belangrijke onderwerpen zijn volgens de kiezers. 22% zegt abortus, wat natuurlijk veel nieuws is de laatste tijd. En 12% zegt vuurwapens, dus ook alweer toch een belangrijk ding.
Embryo is belangrijker dan een scholier. Ja, precies. Ja. Ja, dat is dan de cynische conclusie. Ja. Hey, er zit ook nog een kans in voor de Democraten als we het over dit soort onderwerpen hebben, over die boosmakertjes. Bijvoorbeeld abortus, wat natuurlijk nu, dat is enorm in het nieuws natuurlijk, omdat het Hoge Rechtshof daar binnenkort een uitspraak over gaat doen. En de verwachting is dat ze het federale recht, het landelijke recht op abortus af gaan schaffen. Daar zijn ze aan beide kanten, worden Democraten en Republikeinen daar enorm opgewonden over, positief of negatief. Maar bijvoorbeeld dat abortus, dat is nog wel een plekje waarop de Democraten wat kunnen winnen. Want 60% van de Amerikanen is voor het recht op abortus. Ja. Terwijl het toch juist de Republikeinen zijn die nu met die door Trump aangestelde hoogrechters voorop dit proberen af te schaffen. Ja, maar het rare, die hele discussie gaat niet waar die over hoort te gaan, namelijk over het recht van de vrouw om daarover te beslissen. Mm-hmm. Maar over de vraag of een dokter die het doet strafbaar is. Mm-hmm. Dat is juridisch natuurlijk eigenlijk flauwekul. Bij ons trouwens ook zo hoor. Als je onze abortuswet bekijkt, staat het er ook zo in. Maak je geen illusies. Maar alleen, het gaat in sommige staten, want ze mogen het straks zelf bepalen. Daar willen ze ook een stuk verder gaan natuurlijk. Daar willen ze ook de vrouwen die absoluut een abortus ondergaan. Ja. Dus En hoe, als je dan kijkt naar Bidens performance? Wat de meeste mensen vinden, het is allemaal zo sloom. Het is obligaat. Heb je het dan echt over de performance, als je naar Biden luistert? Nee, maar ook wel naar de inhoud. Mm-hmm. Ik luister naar zo'n speech en dan denk ik, ik hoor het allemaal wel, maar dat zijn allemaal woorden die je achter elkaar hebt gezet, die we al 1000 keer hebben gehoord. Wat wil je nu eigenlijk precies? Wat is je strategie? Mm-hmm. Wat is je aanvalsplan? Dan vergelijk met de voorgangers. Trump was dat zeker niet. Je kunt alles van die man zeggen, maar hij was niet obligaat. Maar Obama ook niet. En Bush 2 ook niet. Dat waren geen obligate mensen. Als die het woord namen, je kon het ermee eens zijn of niet. Maar er stond wel iemand je dacht, ik begrijp de strategie. Ik begrijp bij Biden de strategie niet. Maar we hebben een enorm corona-hulppakket van Biden. We hebben het Build Back Better-plan. We hebben allemaal hele grote, ambitieuze miljardenplannen. Vergezichten. Mm-hmm. Jij wil iets voor het nu. Ja, ik wil iets voor het nu. En dat Build Back Better plan, dat is prachtig. En dan worden alle problemen in Amerika opgeheven. En de zwarte bevolking krijgt het plotseling heel goed. En kinderen kunnen voor niks naar school. En, mm-hmm. Nou, fijn. En ze leefden allemaal nog lang en voorspoedig. Ja. Gelukkig. Maar dat is op een eindeloze termijn. Zelfs het enige plan dat hij er wel doorheen heeft gekregen tot nu toe. Dat infrastructuurplan, mm-hmm. dat heel veel banen gaat creëren, dat duurt misschien ook wel 30 jaar voordat het klaar is. In ieder geval te lang voor de komende verkiezingen die in november alweer precies, zijn. Precies, ja. Dat is dan ook, een president moet dat op korte termijn leveren. Dus hoe kijken we naar die, er zijn in november al. Ja. Verkiezingen. En weet, even voor de duidelijkheid, het Huis van Afgevaardigden heeft 435 leden, die worden allemaal elke 2 jaar gekozen. En de Senaat heeft 100 leden en die zitten elke 6 jaar. Dus er wordt elk 2 jaar wordt daar een derde van gekozen. Mm-hmm. Dus in aanstaande november gaat het om 435 huisleden en 34 senatoren. Ja. En dan kun je kijken van, met het huis kun je er eigenlijk heel weinig van zeggen. Met die senatoren ietsje meer, omdat je weet of er een republikein wordt vervangen en hoe groot de kans is dat dat weer een republikein wordt. Of dat die misschien wordt verdrongen. Ja. Daar ben ik ietsje minder pessimistisch over dan over het huis. Maar het huis waar de Democraten een meerderheid hebben, dat zie ik omgaan. Mm-hmm. Jij ook? Ja, en dat betekent dus meteen nog maar eventjes voor Biden dat hij straks vleugellam is. Ja. Dat betekent ook voor de 6 januari commissie. Ja. Die is ook in één keer. Ja, die de bestorming van het Capitool. Sterker nog, want daarom zijn ze nu ook. Die zijn nu ook in een soort eindfase in een sprintje beland. Die willen dat graag afronden natuurlijk. Dat is ook vanwege de verkiezingen. Republikeinen hebben al aangekondigd dat die allemaal tegen onderzoeken willen gaan houden. Dus dan krijgen we dat hele verhaal de andere kant op. Ja. Als dat zo doorgaat. En ik had, Bernard, nog even. Ik had laatst. Was ik met David, je zoon, aan het praten. En toen hadden we het over de aankomende verkiezingen. En toen waren we het een beetje op een rijtje aan het zetten. En aan het eind van het gesprek dacht ik, dit is wel eigenlijk, we zijn allebei heel negatief. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Maar we hebben 6 januari die bestorming gehad. We hebben Trump die nu bij voorverkiezingen voor Republikeinen ook alweer roept. Je moet gewoon die overwinning claimen. En de rest komt wel. En er wordt alweer over fraude gepraat. Ik geloof 3/4 van de Republikeinen gelooft dat er fraude is gepleegd deze verkiezingen. 72% van alle Republikeinen gelooft nog steeds
dat Trump heeft gewonnen. En dat wordt niet minder, dat wordt volgens mij juist meer en feller. En toen zeiden David en ik tegen elkaar van, nou, we hebben er eigenlijk niet zoveel in vertrouwen in dat deze verkiezingen rustig gaan verlopen. Nee. Nou ja, maar we gaan niet... Ik heb een hekel aan dit soort dingen, want dan lijkt het alsof ik rellen ga voorspellen, doe ik. Nou, dat doen we niet. Nee. Nou, misschien wordt het ook wel wat te serieus. Het gaat heel erg geciviliseerd, alleen heel oneerlijk. Ja. Dat is Amerika in de notendop. Ja. Nou goed, dat... En gaat Trump nou meedoen in 2024, ja of nee? Ja, nou weet je, dit is de vraag die... Ja, jij vast ook op elk feestje, elke partij is het altijd van... Nou, wat denk je? En ik vind hem altijd super moeilijk, maar ik begin te denken dat en ik denk ook altijd trouwens, dat is altijd mijn antwoord heel flauw. Dus maar één iemand die het weet, dat is Trump zelf. Maar ik begin dus een beetje te denken dat het wel eens zou kunnen gaan gebeuren. Juist omdat het zo slecht met Biden gaat. En dat Trump eigenlijk allerlei... Je ziet op de manieren waarop hij daarop reageert steeds, dat hij zijn strategie al klaar heeft om daarop te reageren. Zijn wel interessante tegenkandidaten in de Republikeinse partij. Dus alle hoop is nog niet weg. Als die durven op te staan. Hey. Ja, we praten alweer veel te lang. Het is net een echte podcast. Het is een podcast, ja. Ja. We hebben een gast meegebracht. Ik zag hem al zo een beetje op die stoel wippen van wanneer mag ik nou meedoen? Ja. Nee, dit is het moment. Jeroen Krabbé. Nee, ik zat zo te wippen bij de naam Trump, daar kan ik niet tegen. Oh, daar hebben meer mensen last van, geloof ik. Ja, heel erg last van. Als je ons dan zo hoort praten, zijn er dan bepaalde dingen dat je denkt van, oh, hier moet ik eventjes ook wat over zeggen? Nee, ik vind jullie analyses heel goed en het versterkt mijn gevoel dat ik niet in dat land wil wonen. Oh, dat is gelijk... Nee. Laat ik even voordat we daarop verder gaan, één dingetje waar ik wel benieuwd naar ben. We hebben het net over wapens gehad. Wat daar ook altijd bij genoemd wordt, is natuurlijk Hollywood, de films. Ja. En daar wordt ook altijd naar gewezen. Van, nou, dat geweld daar, dat is één op één, gaat dat naar de straat. Dat is één van de oorzaken. Hoe kijk jij daarna als acteur? Je bedoelt de films die gemaakt worden? Ja, de agressiviteit en de wapens en zo. Ja, nou, ik heb ook heel veel met heel veel wapens moeten schieten in films. En ik ben heel erg tegen wapens en ik vind ze verschrikkelijk. En er is één film, had ik opgenomen in Australië. En daar moest ik ook schieten. Ik moest het helemaal leeg schieten, een geweer. Ja. En ik zat in mijn trailer te wachten tot het moment daar. We zeiden ze, nee, dat duurt nog wel eventjes. Oké, kom maar. En ik kom dus en dan is de camera daarachter. En die camera's zaten ook al achter kogelvrij glas. Ik bedoel, er zaten losse flodders in. Maar er waren een paar camera's, goed. Dus ik zeg, oké, nou, maar ik kan er niet zo goed tegen, dus ik wil oordoppen in. Gele oordoppen kreeg ik in. Ja. En ik ga dus een beetje kijken zoals je bij zo'n geweer moet kijken. Zo. Dat is de blik. Dat is de blik. Ja, ja. En schoot dus in het wilde weg. Ik wist niet eens waarop, maar ik schoot gewoon met een gezicht wat erbij past. Nou, ik ga weer terug naar mijn trailer. Ik denk, nou, ik heb het gedaan. En ik viel in slaap en ik dacht, oh god, het duurt allemaal zo lang. Toen dacht ik, ga eens kijken wat er aan de hand is. En toen zag ik dat ik ongeveer 60 Japanners had doodgeschoten. En die lagen allemaal op de grond in namaakbloed. En ik wist dus helemaal niet wat... Ik had dat gedaan, maar ik wist niet dat ik het gedaan had. Want ik had het script wel gelezen, maar... Maar niet zo goed. Godsamme. Ik heb heel veel wapens in mijn handen gehad. Heel erg veel. Ik zag er een paar liggen op de grond daar bij die mensen. En ik heb ze bijna allemaal in mijn handen gehad. Ja, ja. Verschrikkelijk. Ja. Maar voor jou is het een soort noodzakelijk kwaad dus. Want dat lijkt mij dus het mooiste als een acteur. Dat je dan zo lekker dat geweld... Maar je houdt er helemaal niet van. Vind jij dat lekker? Dat is toch fantastisch? Vroeger als klein jongetje, dan speelde we de E-team na. En dan kon je ook altijd zo lekker... Ja, ik heb dat machtgevoel... Nee, dat heb ik helemaal niet. Nou. Nee. Nee, ik vind het altijd heel erg naar. Maar goed, ik heb het heel veel gedaan. En, hoort er een beetje bij. Het hoort erbij. De reden waarom we zo... wij kennen elkaar goed. Vandaar dat ik ken een heleboel verhalen. Heb ik wel eens gehoord. En een van de dingen die me altijd opvalt is hoeveel jij weet van Amerika. Je volgt het echt, hè? Ja, ik volg het, ja. En je hebt natuurlijk, je kent het land heel goed, want je kent Hollywood heel goed. Je hebt heel veel films gemaakt. Vertel daar eens wat over. Hoe was het hoe is het om daar te werken? Nou ja, ik was als kind, mijn moeder was filmvertaalster. Die vertaalde de titels onder de films.
En zag daartoe 2, 3, soms 4 films per week. Die zag ze in een showroom in Amsterdam. En dan zat ze met de lijsten van de films, zat ze te controleren of het allemaal wel klopte. En dan ging ze het vertalen. Zo ging dat. Maar ik ging vaak met haar mee als klein ukkie. En dan zat ik daar en dan zag ik films waarvan ik de taal niet begreep. Frans, Duits, Engels. En toen dacht ik altijd al, ja, nee, ik geloof, dat wil ik doen. Daar wil ik naartoe, naar dat punt. En ik verzamelde filmsterren. En ik dacht altijd, ik weet niet of het me lukt, maar ik wil naar Hollywood toe. En toen het zover was, en toen ik voor de allereerste keer in een studio in Hollywood kwam, toen zat daar Rock Hudson achter de tafel als president van de Verenigde Staten in World War III, een vergeten serie. En dat was een van mijn helden geweest, met Doris Day samen, Pillow Talk en dat soort onzin films. En ik was fascinerend en ik stond daar en ik voelde een brok in mijn keel. Ik dacht, oh god, het is nu, de cirkel is rond, ik ben er nu ook. En Rock Hudson zat, die had een grote, als de president van de Verenigde Staten, een grote klaus moest hij doen. En toen stonden er achter de camera mensen met borden, met teksten. Mm-hmm. Toen had je nog niet van die prompters die ze tegenwoordig hebben. En dat las hij dus op, terwijl hij zat aan de telefoon met de... Ik geloof het president van Rusland zal het wel geweest zijn. En hij zat dus zo te lezen en te spelen wat hij moest spelen. Het was afgelopen en toen stond hij op en hij had mij gezien. En hij kwam naar me toe en zei, ja, oh ja, je komt uit Holland en je rol spelen. Je hebt misschien gedacht, zei hij tegen me, dat ik mijn tekst niet kende. Toen zei ik, nou, nee, had ik inderdaad gedacht. Nou, nee, meneer Hudson. Toen zei hij, maar ik ken mijn tekst, maar waar het om gaat is, en dat is een les voor eeuwig voor me geweest. Die zegt, kijk, als je zit te bellen, een heleboel acteurs zitten te bellen en die zitten dan zo te luisteren. En die, ja, nee, ik ben het er niet mee eens. Ja, oh god, vind je dat ook zo? Hij zegt, dan zie je dat ze niks horen. Als je je concentreert op die tekst en je zit zo te bellen en je zit te praten, dan luister je. Omdat je geconcentreerd bent daardoor op de telefoon. Niet door de telefoon, maar doordat je nadenkt, quasi. Zo. Dus het was een waanzinnige les. Les in acteren. Ja, dat vond ik ontzettend goed van hem. Ja. Vooral filmacteren dan. Hè? Ja. En je bent vaak boef? Ik ben altijd een boef. Ja. Nee, ja, ik heb, ja. Ja, nou, niet in Europese films. Nee. Maar in Amerikaanse films, omdat je een accent hebt. Dus je wordt altijd gecast voor een, meestal een Rus. Ik heb heel veel Russen gespeeld. Ja. Heel veel. Is dat dan echt dat het Nederlands voor die Amerikanen een beetje op Russisch lijkt? Die harde G-klanken of zo? Of zit er wat nee, anders nee, nee. Het is gewoon een accent, dat is een Rus. Klaar. Ja. Echt waar. Dat is duidelijk. Nee, nee, ja. dat is echt zo. Ja. Ja. Maar goed, dan heb je hebt van die vrouw heette Nora Dunphy. Dat was een ontzettend leuk mens, een oudere vrouw. En die deed voor alle Amerikaanse films alle accenten. Die hoorde dat, die had daar een gehoor voor. En die heeft mij ook, een van de films die ik moest doen, moest ik een Zuid-Afrikaans accent doen. En dat deed ze dan voor en dan zeg je dat na. En het moeilijke is dat je dat dan in wat je speelt, moet je net doen alsof je die taal machtig bent, terwijl je er ook aan denkt aan die taal. Dus dat is heel ingewikkeld. Ja. En een Russisch accent, dat is makkelijk. Dat, ja. Ja, het ligt dichtbij. Ja, doe het eens, nee, doe het niet. Ik zat, ja. Ik zag het al. Ik zag. Ja. Is het iets, want ik kan me wel voorstellen dat je daar het meest op wordt aangesproken, die James Bond film, dat is waar iedereen toch aan denkt. Ja, maar Bond is natuurlijk geen Amerikaanse film, het is een Engelse film. Dat is waar. Maar wel een Hollywood-achtige. Ja, nee, het is heel erg Hollywood. Natuurlijk, het is een van de belangrijkste films ter wereld, nog steeds, na zoveel jaar. Ja. Dat accent dat heb ik gewoon zelf bedacht, maar dat had na vele andere Russen. Nee, ik was een keer, het was een film van HBO, een serie, en dat ging over Stalin. En daar speelde ik een grote rol in. En daar draaiden we in het Kremlin. Dat was echt uniek, want HBO had heel veel geld. Dat was in de tijd van de transitie in Rusland. En ze hadden heel veel dollars nodig. Dus wij kregen toegang tot tot echt geheime kamers van Lenin en zo in het Kremlin.
En dan moesten we op het Rode Plein, hadden we allemaal trailers, en dan moesten we wachten tussendoor. En dan soms ging het licht, werd het licht uitgedraaid, want dan hadden Gorbachev en... Wie zat er voor Gorbachev? Brezhnev. Nou, we hebben nog twee Andropov. En die heel kort, we hebben twee andere tussen. Toen Brezhnev overleed, zijn er heel kort na elkaar. Nou ja, Andropov en Chernyovsky. Ja, het was een krankzinnig. En daarna kwam Gorbachev. En het unieke was dat al die Amerikanen die in die serie zaten en Engelsen, die hadden allemaal hetzelfde Russische accent. Dat is gewoon een accent. Ja. Ik doe het toch niet. Nee, jammer. Is het wel iets waar je ook zelf met plezier naar terugkijkt? Het moet toch, is het een hoogtepunt of is het dat je denkt van joh, begin nou niet weer over James Bond? Nee, Hollywood is waanzinnig, maar het is toch niet een stad. Ik hou er niet van. Ik hou niet van Los Angeles. Het is geen stad. Het is een conglomeraat van ik weet niet hoeveel soorten en hoe uit, wat mis je daar dan als je daar bent? Waarom is het geen stad? Nou ja, als ik in het buitenland ben, dan denk ik, er is een kerkje. En om het kerkje heen, dan heb je daar een paar restaurantjes en een cafeetje. Dat is er dus niet. Nee. Ik heb een heleboel vrienden daar. Ik heb heel veel films daar gedraaid. Ik vond het ongelooflijk leuk om dat te doen. En een heleboel van die rare sterren ook ontmoet. Ja, want wie is nou echt een rare ster dan? Allemaal? Nee. De enige die fantastisch is Harrison Ford. Dat is zo'n verschrikkelijk aardige man. En ik speelde met hem in The Fugitive. En Tommy Lee Jones is een fascist. Zo, die zit. Een verschrikking is dat, die man. Mogelijk. Ik vind hem zo goed. Hij is heel goed. Ja. Een hele goede fascist is dat. Ja. Die heb je ook, ja. Nee, op het eind van de film, van The Fugitive, dan lig ik op de grond en dan hebben Harrison Ford en Tommy Lee Jones hebben een gesprek over mij. Ik lig dan op de grond en ik was niet dood, maar goed. En ik lag daar. En Tommy Lee Jones die gaat dan, godverdomme, op mijn hand staan. En ik kon niet bewegen, want ik was een lijk. Ja. Ik heb het hem later gezegd. Zei hij, oh god, dat merkte ik niet. Nee, dat merkte ik niet. Nee, jij merkt het wel, ja. Ja. Nee, maar Harrison Ford is fantastisch. Die vond ik een van de aller aardigste mensen. Die zei ook altijd, moet je luisteren, ik ben een timmerman. En ze vinden mijn gezicht leuk en ik doe dat een beetje. Maar hij is gewoon aardig. Misschien moeten we even terug naar hoe ben je in Hollywood terechtgekomen? Want daar zit volgens mij echt een gek verhaal aan. Nou, dat was na Soldaat van Oranje was er interesse in Rutger en mij. Rutger kreeg meteen hele grote rollen. Ik ging het proberen in Los Angeles. En het mislukte, het ging niet. Want ik was helemaal niet aan dat systeem gewend dat je overal naartoe moest met mensen praten en dan je leuker voordoen dan je voelde. En aardiger zijn en zo. En zeiden ze, oh ja, nee, fantastisch. Nee, het komt wel in orde. Nooit meer iets gehoord. Dat gebeurde ongeveer 4 keer per dag. En ik had er genoeg van. Ik dacht, ik heb hier geen zin. René Soutendijk was toen ook in Los Angeles, proberen een carrière op te zetten. En René die hield het niet meer vol en die ging terug naar Nederland. En die zei, ik wil een feestje geven voor het aantal mensen die ik ontmoet heb. Maar zij had geen geld, ik had geen geld. Ik zei, weet je wat, ik doe de catering, ik ga koken, ik ga boodschappen doen. En maakte daar een heerlijke kipsalade maakte ik. Nou goed, en al die krankzinnigen kwamen, oh leuk. Ik heb gehoord, je hebt die kipsalade gemaakt. Ja, ik heb een kipsalade gemaakt. Ja. Maar daarvoor ben ik hier niet, voor een kipsalade. Maar goed, er waren casting agents. En er was één man, en die heette José Villaverde. Herinner ik me nog, een belangrijke castingman. En die kwam op me af en die zei gewoon, nou, zo'n lekkere salade, heerlijk, fantastisch. Flauwekul. Een maand later, ik was terug in Amsterdam, word ik gebeld door José Villaverde, die me herinnerde van de kipsalade. Ja. En die zei, er is een regisseur, onthoofd op de set, was World War III. En zijn zoon zit erin en die rol van die zoon, die zoon wil niet meer verder werken. Maar hoe was die onthoofd dan? Door een helikopter op de set. Niet geloof. Ja, we zien hier achter de New York Times van die dag. Oh, ja. Oh verdomd, ja. Ja, Horace Segal. Wat een krankzinnige manier om in Hollywood terecht te komen. En toch? Toen moest ik dus hals over kop naar L.A. om daar in die serie te zitten. En toen ontmoette ik Rock Hudson, dat was de eerste keer. Maar goed, ik heb veel raardere verhalen nog hierover. Nee, nog even, want dat vind ik wel...
moeten we wel even doen. Oh, je werk, je bent schilder, je schildert heel veel. Ja. En je maakt nu opnieuw weer een nieuwe kunstdocumentaire serie. Je hebt Van Gogh gedaan, Chagall gedaan. Nu ja. Frida Kahlo. Picasso, Goga. Frida Kahlo, 30 augustus. Begin 30 augustus. Nederland 2, of NPO 2 heet dat. Ja, daar hebben we heel lang aan gewerkt. Omdat door de COVID je niet meer mocht reizen. Nee. Dus het moest steeds uitgesteld worden. Maar uiteindelijk ook veel in Amerika gedraaid daarvoor. Omdat ze daar veel geweest is. San Francisco, ja. Detroit, New York. Ja. Ja. En ik weet ook nog één dingetje wat ik me nog herinner. Toen op een bepaald moment vertelde je dat je had gefilmd op het graf van de vrouw van Chagall. Die begraven. En toen zijn Hattie en ik nog gaan zitten. En hebben het gevonden. Ja. Hebben jou nog een fotootje gestuurd. Ja, zeker. Ja. Ja, zeker. Ja. Hoe heet dat ook alweer, die plek? Het is ergens in de provincie Westchester, dat weet ik niet meer. Maar er liggen heel veel, hele beroemde mensen. Gershwin en heel veel. En de hele familie van de New York Times. Allemaal in die prachtige grote... Hele mooie graven, ja. Ja, nee, het is een unieke plek. En nog even terug naar Amerika, hoor. Je kwam dit gaat toch over Amerika? Dit gaat ook over Amerika, maar wat breder Amerika dan deze specifieke plek. Want toen je opkwam, je gaf al even aan van Amerika, het wringt ook een beetje. Het fascineert je volgens mij, maar het is niet... Ja, natuurlijk fascineert. Ik bedoel, New York is de meest bijzondere stad op aarde. Alleen wil ik ontzettend graag snel weer terug. Ja. Ik vind het leuk en ik kan waanzinnig veel dingen zien. Ik kan naar de mooiste musea, ik kan fantastische muziek luisteren enzovoort. Maar ik vind het vaak zo leeg en zo oppervlakkig. Mm-hmm. Dat gaat dan echt om het menselijk contact? Ja, dat gezeik met have a nice day. Dan denk ik, hoe bedoel je? Wat bedoel je dan met een nice day? Dus ik zei ook wel eens van, nee, ik heb geen zin in een nice day. En dan keek je die mensen maar aan. Hadden ze nog nooit gehoord. Maar ik vind het zo moeilijk om daarmee te leven. En ik heb heel veel gedraaid in North Carolina, in South Carolina. En dat vond ik verschrikkelijk. Het zijn zulke mooie stukken Amerika. Wat is daar dan... Je kijkt me aan alsof ik mooie stukken Amerika. Wilmington, North Carolina is de pits. Het is echt verschrikkelijk. Daar zijn studio's en die waren nieuw. En daar draaiden we. No Mercy was dat met Richard Gere en Kim Basinger. En dan had ik een huis op het strand. En dat was Wilmington ligt aan zee, mm-hmm. aan de oceaan. En die hele rits huizen die daar stond, die was leeg. Want het was in de winter. Dat waren allemaal huizen van New Yorkers. En dan zat ik helemaal in mijn eentje in een heel groot huis. Ja, zielig te zijn. En dan moest ik naar de studio en dan kwam ik langs... Nou, laat ik niet overdrijven, maar ik denk langs 19 verschillende geloofsgenootschappen. Ja. Dat ken je? Ja. Echt. Hoe zuidelijker je komt, hoe meer kerken. Pensacola in Florida is kampioen. Er is geen plaats in de wereld met zoveel kerken als Pensacola in Florida. Ik ben er een keer wezen kijken, je gelooft je ogen niet. Stratenlang, met de een na de andere kerk. Ja, nou, ja. Ook in Wilmington, North Carolina. Ja. En in South Carolina, dat vond ik heel mooi, dat vond ik heel erg leuk. Daar heb ik gedraaid met Barbara Streisand. Die had daar de studio's. En voor The Prince of Tides was dat. Wat een film. Oh. Ja, een mooie film. Fantastisch. Ja. Ja. En dat beviel dus wel. Nou. Maar daar was je trouwens... Nee, ze is heel aardig, ze is heel aardig. Ja, maar jij was, aardig. Ook daar was jij een rotzak trouwens in die film, bedenk ik me. Ja. Je was een onaardige echtgenoot. Ja. Ik zou je dat verhaal vertellen, want dat is ook zo Amerikaans. Ik maakte een film in Hamburg, een film over toen Duitsland nog verdeeld was, zo het Oost-West en het gedoe. En ik word midden de nacht om 2:30 gebeld... En dan denk je, oh god, de telefoon, oh iets met mijn kinderen. Wie belt er om 2:30 in een hotel in Hamburg? Dat moet familie zijn. Dus ik neem op en ik hoor iemand zeggen, hi, this is Barbara Streisand. En toen zei ik, I'm Robert Redford and leave me, please. Oh, echt? En ik heb opgehangen. Echt, ik dacht dat het Albert Mol was, want hij deed dat zo dingen. Nee, het kan niet. Nou, dus weer, hè, verdomme, ik ging liggen. Het ging de telefoon weer. Ik nam het op en toen zei ze, I am Barbara Streisand. Ik heb me nog nooit zo bescheten gevoeld. Ik vond het zo erg. En toen zei ze, ach, ik wil dat je mijn man speelt in een film. Ik ga hem regisseren en je bent violist. Speel je viool?
Nee, nee. Oh, easy. Een viool. Ja. Easy, ja? Daar moet je mee beginnen als je 3 bent. Ja. En dan op je 30ste kan je spelen. Ik zei, nee. Oh, dat leer je zo. Oké. Okay. Ik zei, zeg maar, wat moet ik dan spelen? Toen zei ze, nou, en toen begon ze te zingen. En toen was ze. Was je om. Toen was ze. Toen was het echt Streisand. Ja. Nee, ze was leuk. Nee, het is nog goed gekomen. Ja, het is goed gekomen. En, ja. En trouwens, hoe heette ook weer jouw zoon in die film? Weet je dat nog? De voornaam van jouw zoon in die film? Bernard. Juist! Ik wist het nog! En het is trouwens haar eigen zoon, hè? Ja, weet ik. Ja. Ja, daar was ze heel onaardig tegen. Oh. Hey, zullen we wat we altijd doen, naar de luisteraarsvragen gaan? Ja, en die zijn in dit geval hier, bij ons. Ik ben heel benieuwd. En die hebben dus als het goed is vragen ingetikt. Ja, dus achter de schermen gaat nu Pieter heel hard aan de slag om die allemaal in beeld te brengen. Ja. En dan gaan wij eens even kijken hoe we die zo goed mogelijk kunnen beantwoorden. Wie is die ongeschoren kerel daar? Ja, dat weet ik ook niet. Ja. Dat weet ik ook niet. Ik vind dat je zo guitig kijkt daarop. Ja, wel. Dat, nee, dat heb je over je. Ja. Dat guitige. Ja. Als je acteurs in je vriendenkring hebt... Ja, dan moet je wel. Ja, precies. Maar zijn dat van luisteraars nu? Nee, deze luisteraars. Oh, de zaal. Oh, deze luisteraars. Als die er zijn, dat hopen we dan maar. Want soms dan, als het wel langer duurt, dan word je altijd een beetje zenuwachtig. Dan denk je van, hebben mensen... Wie heeft allemaal een vraag? Oh, hier, kijk. Kijk. Nou. En dan gaan ze weer. Ik hoop dat je snel gelezen hebt, Bernard. Die eerste, ik zag Bernard, komma. En toen hield het voor mij even op. Het eerste woord is goed gespeld. Dat is precies. Wat ik dacht. Dus ik denk dat die voor jou is. Dat weet ik niet. Het ging over zijn rustgevende stem. Ah, precies. Wat ging het over? Over de rustgevende stem. Oh. Ja. En heb je nog gezien wat daarna kwam? Ja. Nee? Jammer. Daarna ging het veld op zwart. Ja. Laat ik jou in de tussentijd nog één vraag stellen. Ik ben gewoon... Nee, dat komt het niet. Ja, nee, nou, dit gaat niet goed, hè? Ja. Waar ik nog van nieuws... Ja. Ja, komen ze toch in beeld. Luisteraars, Bernard, kun je met de luisteraars delen hoe je die ontzettend rustgevende, melodieuze en medium tot zware stem hebt ontwikkeld? Wat is je geheim? Rob wil dat weten. Dus zet even die stem op, Bernard. Ik weet van niks. niks. Dus, voor zover ik weet, heb ik dezelfde stem als mijn vader had. En mijn broer, zijn stem lijkt er ook op. En die van mijn zoon lijkt David er ook op. Ja. Ze weten vaak niet wie ze aan de telefoon hebben. Dat heb ik ook, ja. Dus we zijn besmet met een of ander virus, denk ik. Stemvirus. De stemvirus. Ja. Nou, het komt wel van pas, toch? Maar het is niet dat je het af en toe wat cultiveert met een whiskietje of een sigaar. Nee. Even gorgelen. Nee, helemaal niet. Nee, dat gaat trouwens een beetje achteruit, vind ik, mijn stem. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, dus maar, nou goed. Dit zijn weer andere vragen. Zullen we gewoon de eerste weer pakken? Ja. Ik ga over 2,5 maand naar Omaha, Nebraska voor een exchange. Hebben jullie nog reis, exchange, studie, tips? En moet ik me zorgen maken om de opleidende gun violence? Vraagt Maarten. Daar woont de op één na rijkste man ter wereld, geloof ik. Weet hij ook weer? Buffett. Buffett. Warren Buffett woont in Omaha. Ja, dus ik zou zeggen, begin eens... Daar aan te bellen. Ja. Die heeft één keer per jaar zijn bijeenkomst met de aandeelhouders. Dus ja, dat is ook daar. En die is benaderbaar. Het is helemaal geen onaardige plaats. Het is ongeveer de hoofdstad van het verzekeringsland. Om de een of andere reden zitten in die stad, ik weet niet waarom dat is, heel veel verzekeringsmaatschappijen. Oh. En ik kan er verder niet zoveel over zeggen. En wat gun violence betreft, ja, dat is gewoon een punt. Je moet gewoon echt... op je hoede zijn. Mm-hmm. Het is niet anders. Het is heel iets raars natuurlijk, want er kan een schietpartij in een supermarkt zijn of een andere plek waar jij ook, op zo'n plek kom jij ook, maar tegelijkertijd is het land zo groot, dat het natuurlijk ook heel vaak iets is wat toch ver weg gebeurt. Maar het is inderdaad, soms kan het een beetje een onheimisch gevoel geven. Als er dus, we waren een keertje in een supermarkt en toen was er een klein beetje paniek. Ik weet niet precies wat er aan de hand was. Ik geloof dat er uiteindelijk een zwerver de winkel werd uitgezet. Maar de eerste gedachte is dan toch, en dat hebben heel veel mensen dan om je heen. Dus je ziet het dan, dat iedereen het echt even heel serieus neemt. Mijn vrouw was in een shootout in Los Angeles. De eerste keer dat ze kwam voor de eerste keer naar Amerika... En die ging boodschappen doen en werd geschoten. En ze zag iedereen op de grond gaan liggen onder de auto. Dat heeft ze ook gedaan. Ja.
En overleefd, ja. Nou, ik wilde meer vragen, hoe kom je daar verder? Want daar schrik je toch enorm even van. Als ik doodgeschrokken, ze wilden meteen naar huis. Dat kan ik me voorstellen, ja. Maar goed, ze zijn toch gebleven. Nee. En het is... Ja, maar want wat blijkt, als je dat tegen aan mensen vertelt, van, wat ons is overkomen, oké. En lopen ze door, want het gebeurt vaker. Ja. Dat er gewoon een shootout is, omdat iemand, weet ik veel, niet eens met doden, maar gewoon met een pistool speelt. Mm-hmm. Nee, dat vond ik ook niet prettig. Nee. Rare sensatie is dat het heel gewoon is en toch nooit gewoon. Ja. Ik ben opgegroeid met de gedachte, USA is the greatest nation on earth. Ik zie dit echter verbrokkelen. Vinden jullie dit ook? En wat kan de USA doen om deze titel te behouden, Rob? Ja, nou, jij mag, Jan. Oh, je dacht de kleinere vragen geven aan Jan. Ja, nee, ik zie dat ook. En ik denk dat de meeste mensen die ook in Amerika op bezoek zijn, dat ook wel zien. En ook als je het nieuws volgt. En er zijn heel veel dingen eigenlijk waardoor op dit moment Amerika in sommige aspecten nog wel dat shining city on the hill is en die plek waar je van kan dromen. Maar die andere kant, die zie je ook gewoon heel duidelijk. En in op sommige manieren brokkelt Amerika letterlijk af. Infrastructuur, nou, daar proberen ze nu wat aan te doen. Maar een van de dingen die me weer opvallen, ik ben nu anderhalf dag terug in Nederland. Die heerlijke wegen hier, alle bruggen zien eruit alsof ze er morgen ook nog staan. Als je New York binnenrijdt... Lekker rustige vliegvelden. Ja, precies. Ja, ja, ook dat. Ja. Geen problemen gehad, gelukkig. Ja. Nee, maar hier is het allemaal een biljartlaken en het werkt allemaal. Ja. En daar is het allemaal letterlijk aan het afbrokkelen. En in Washington heeft iedereen ruzie met elkaar en dat land staat stil. En dat is denk ik wel echt dat iets. Dat is waar. Daar betalen ze nu de rekening voor. Maar ik blijf zeggen dat als... ik vertelde al over die indruk van het binnenrijden van Manhattan, wat ik nog steeds heb. Dat is een spookje. Ja. En als Hattie en ik... naar MoMA gaan of de Metropolitan Museum of Art, wat we heel vaak doen, dan ben ik toch echt een dolgelukkig mens. Ja, ik ook. En dat ontneemt niemand ons. Nee. En ook dit pessimisme dat ik deel, daar staat het optimisme daarvan tegenover. Maar die verschrikkelijke armoede waarmee ik anderhalve maand geleden werd geconfronteerd in San Francisco. Mm-hmm. Ik heb zelden zo buiten India of de landen waar dat is. Maar in Amerika, de armoede in San Francisco... Ja. Wat zag je daar? Omschrijf dat. Mensen die in een half soort tent op straat liggen. Mensen die onder een jas op straat liggen. Die aan de drugs zijn, die omvallen. Jonge mensen, bij elkaar gekluid ergens in een hoekje waar het niet regent. En ik heb het... Echt zelden zo gezien. Ja. Heel erg arm. Heel veel daklozen. En heel veel mensen met problemen. Maar hoe komt dat daar? Door het klimaat? Dat het een goed klimaat is of zo? Nou, het is overal hoor. Het is niet alleen daar. Nee. Maar Los Angeles en San Francisco zijn volgens mij wel de twee steden... Kijk, waar in San Francisco is misgegaan. Dat was een heel sociale stad. En leek wat cohesie betreft heel erg op Amsterdam. Soort mensen. Zeker, en zo. Zeker. En wat daar mis is gegaan is Silicon Valley. Want de mensen die daar werken verdienen allemaal 7 miljard per jaar. En die kopen die hele stad op. Dus bijna elk huis in die stad is niet meer betaalbaar. Dus de gewone mensen raken daar letterlijk gewoon hun huizen kwijt. Dat is echt een vreselijk verhaal. Ja. Dus, ik vond het shocking. En dat hele Silicon Valley is niet groter dan Texel. Maar het heeft een hoop invloed. Ja, dat is die tegenstelling. Ja. Dat zie je daar heel duidelijk. Hebben presidenten aandacht voor buitenlandse journalisten? En komen jullie vaak in het Witte Huis? Vraagt Richard de Graaf zich af. Ik moet zeggen, wij moeten het op dit moment... Jij kan beter vertellen over de goede tijd, denk ik. Dan zal ik vertellen hoe het... Nou, ik ben een tijdje... Je moet geaccrediteerd zijn apart om het Witte Huis in te kunnen. Dat was ik een tijdje. Dus dan kon ik erin en eruit. Zo spannend is dat nou ook weer niet. Want die bekende perszaal, die je vaak ziet, die is ongeveer, ik denk, een derde van deze zaal. Maar wel met evenveel mensen. Maar met evenveel mensen zitten al die journalisten zitten helemaal tegen elkaar aangedrukt. Daarachter staan cameramensen echt elkaar te verdringen om dat ene plaatje te maken. Het is krankzinnig. En voor de rest, je kunt echt niet zomaar door de Westwing gaan wandelen. Ook niet als je geaccrediteerd bent. Maar wat ik wel heb mogen meemaken, en daar ben ik echt dankbaar voor, is reizen met de president.
Dat vond ik wel apart. En ik heb ook wel eens in de Air Force One gezeten. Dat zijn dingen die je niet zo snel vergeet. Dus wat dat betreft heb ik een goede tijd meegemaakt. Ja, want dat laatste, dat gebeurt niet zo snel meer. Omdat het heel duur is. Het is niet te betalen. Heel moeilijk. Ja. We hebben wel ik heb het geluk gehad dat Rutte 2 keer volgens mij op bezoek is geweest in het Witte Huis toen ik correspondent was. En we hebben ook nog wat Europese bezoeken gehad. Dus ik mocht, volgens mij de eerste 1,5 jaar ben ik 4 keer in het Witte Huis geweest. Ja, dan mag je mee bij zo'n gelegenheid. Ja, precies. Ja. En dan krijg je als Nederlandse journalist ook altijd een plekje. En dan mag je dus mee met die hordes in die perszaal. En dan word je dat Oval Office ingeleid. En dat is ook proppen, want dat is ook een hele kleine kamer. Ook zo? Ja, precies. Denk en dan sta je dan is dat nou alles? De Oval Office? Zo'n kamertje? Ja, precies. Ja. En dan begint het ellebogenwerk. Ja. De cameramannen staan voor. En dan Rock Hudson had er niet ingepast. Nee. Maar ik heb dus het geluk gehad dat ik daar ook vaak... Maar dan merk je dat met corona dat we minder bezoeken was een tijd lang. En dan sta je weer achteraan als Nederlandse krant en Nederlandse zender. En dan moet je weer hopen dat ze eens een keer antwoorden op je verzoekjes. En dat gebeurt niet zo vaak. Dus we staan achteraan in de rij. Dat is moeilijk. Vraag voor Jeroen, zie ik. Ja, welke regisseur haalde het beste in je naar boven? Dat wil Annette weten. Dat is eigenlijk de regisseur die naar je kijkt als je een scène speelt. En dan naar je toe komt. En je apart neemt en zegt, ik heb dat gezien, het is goed. Maar probeer het eens zo. Of probeer het eens zo. En dan naar je tegenspeler of speelster gaat. En die ook voedt met dat soort dingen. En dan sta je tegenover elkaar, de acteurs, acteur en actrice. En dan probeer je iets en dan zie je dat die ander anders reageert. En jij reageert weer anders. Dan is er een soort frisheid gekomen, een soort echtheid gekomen in wat je speelt, dan dat je het daarvoor deed. En dat zijn hele goede regisseurs. Heb je een naam van iemand? Nee. Het is gewoon een attitude. Het is... Streisand bijvoorbeeld is een goed regisseur, maar die vervalt heel erg in details. Hele kleine details, dat vind ik ook interessant. Paul Verhoeven was, met name met Soldaat van Oranje, heel erg bang voor acteurs. En dat merkte je, hij schreeuwde overal doorheen. Want het was zonder direct geluid, die film. We hebben alles nagesynchroniseerd. Maar dan schreeuwde hij doorheen. En je ziet dat hij in de loop der jaren enorm geleerd heeft. En ook zachter en begripvoller naar acteurs is. Een heleboel regisseurs zijn als de dood voor acteurs. En wat is dat dan? Waarom de autoriteit willen laten zien misschien? Of? Nou ja, kijk, het verschil tussen Europese acteurs en Amerikaanse acteurs is dat Amerikaanse acteurs allemaal denken dat ze God zelf zijn. En dat ze, die hebben geen enkele opleiding, de meeste. Ik bedoel, in Europa gaan acteurs naar een toneelschool, die gaan op het toneel staan, jaren, die leren dat vak als spelende. Amerikaanse acteurs daarentegen, die opeens is er dan iemand wiens of wier gezicht nodig is in een film, die hebben nog nooit iets gedaan daarvoor. Oké, en die worden meteen een ster, die gaan de lucht in, die zijn meteen een grote ster en hebben macht. En misbruiken die macht, dat heb ik heel veel gezien, die misbruiken die macht en hebben geen grond om op te staan, die doen maar wat. En het probleem is dat wij hebben een koningshuis, wij hebben een koning en een koningin enzovoort. En zij hebben dat niet en zij hebben daarvoor in de plaats acteurs. En die gedragen zich als zodanig, zonder enige grond. En dat is echt verschrikkelijk. Die hebben een macht die ongekend is. Die kunnen regisseurs ontslaan, die hebben ook, vind het te vervelend, Tommy Lee Jones, kom er weer bij. Die ongekend afschuwelijk tegen een kleedster is. En dan expres kleren op de grond gooit, zodat die vrouw dat moest oppakken. En dan zei hij, en ik ben Mr. Tommy Lee Jones. En niet Tommy voor jou. Dus wegwezen. Zo, dat je denkt, pardon, wil je even rustig zijn. Maar het is een briljant acteur. Ja, dat vind ik echt. Dus je vergeeft het hem. Ik ook. Ja. Ik ook. Maar ik kan me wel voorstellen, als ik regisseur zou moeten zijn en Tommy Lee Jones, nou ik het zo hoor, zou moeten regisseren, dat ik ook bang was.
Want als regisseur moet je toch dingen durven en kunnen zeggen. Ja. Die scène moet net wat anders, wil je het zus of zo ik doen. Ik kwam op die set en Harrison, sorry dat ik het nog even zeg. Harrison Ford, de eerste die naar me toe kwam, zijn arm om me heen sloeg en zei, kom op, ik help je er doorheen. Want ik was de dag daarvoor was ik nog in Dalfsen Overijssel en ik moest er opeens naartoe. en Tommy Lee Jones, ik werd door de regisseur voorgesteld aan hem. En hij zat met zijn benen op tafel, ook al zo beleefd. En toen zei de regisseur, mag ik je even voorstellen, dit is Jeroen. Jeroen, what's the fucking name, zei hij tegen. Toen zei ik, nou, je mag ook Jerry zeggen. Of Jay, of wat je ook wil. Oké. En toen keek hij weer de andere kant op. Hij weigerde, als ik met hem speelde, weigerde die om in mijn ogen te kijken. Ik keek naar mijn oor. Ja, hij keek niet in mijn ogen. Toen klaagde ik erover tegen Harrison Ford. Toen zei Harrison Ford, ik ben al 6 maanden met hem bezig. Hoe denk je dat ik me voel? En toen zei hij erachteraan en hij wint er een Oscar mee. Let op, heeft hij ook gekregen. Ja. Goed. Zullen we er nog eentje pakken, jongens? Ja. Waar bevindt Amerika zich op het wereldtoneel over 75 tot 100 jaar? Mark Breedveld. Wow. Bernard, even die helikopterview. Dat is een mooie vraag. Nou, ik vind het wel heel lang, hoor. Ik vind het een mooie vraag. Het geruststellende is dat ik het niet meemaak. Dus ik kan zeggen wat ik wil. Hoe ellendig het ook wordt. En dan niet op worden afgerekend. Ja. Jij hebt het eerder aan het begin van de podcast al over gehad. Ook in de politiek en ook in die kwestie van al dat geweld. Jij hebt het er ook over gehad. Er zit een ongelooflijk optimisme in dat volk. Ja. De een of andere, het zijn ongelooflijke optimisten. Mm. En dat is wat mij hoop geeft, dat als deze gekke tijd een beetje bijkomt, en dat is meestal zo, na een tijdje worden mensen wel eens weer eens wat normaler, dat ze dan nog steeds potentieel veruit het grootste en belangrijkste land ter wereld kunnen zijn. Dus ik ben wel een optimist over de toekomst van Amerika. Nou, dat is mooi. Al is het alleen maar omdat wij daar 2 prachtige kleindochters hebben. Ja. En hopen dat die daar zeer gelukkig zullen leven. Ja, precies, precies. We eindigen toch nog op een positieve noot, ook na alle serieuze zaken waarmee we begonnen. Dankjewel Sonja, zeg ik nog even. Oh, ze gaat net weg. Die bedankt ons voor alle podcasts. Dank voor dat berichtje. Zullen we daarmee afronden? Ja. Ja. Nou, was hem, hè? Ja, moeten we nog eventjes... terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast, Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritieken, complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar @JanPosmaUSA. Daar zit hij. Of @BNRDeWereld. Daar zit hij. Of heel ouderwits met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt ook een vraag inspreken of intikken op de America Podcast WhatsApp. 06-28-13-50-20. Staat ook op de site, hoef je niet uit je hoofd te leren. Welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres bij die tekst. Ja. Dat we weten wie je bent. Ja, precies. En tenslotte, laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. En ja, een paar honderd man kan u zeggen, wij zaten de laatste keer te luisteren in Den Haag in de zaal. Dus super dat jullie hierbij waren. Wij gaan nog even door, ook na deze podcast. Maar tegen iedereen thuis zeg ik in ieder geval, dank voor het luisteren. Toch nog eventjes, ik zal niet dat accent vragen hoor, maar zien we jou nog terug in Hollywood? Of? Dat weet ik niet. Hangt van hen af, niet hangt van mij. Oké, maar je hebt ondanks dat er geen kerkje is met boompjes en restaurants, ga je er nog wel eens. Jongen, ik ben gek op Amerika. Ik vind het fantastisch. Ik zie ook dingen die me niet bevallen. Ja. Zeker, nou dat zien we allemaal. Goed, dank in ieder geval Jeroen Krabbe ook voor de aanwezigheid en tot volgende week. Dit fantastische apparaat. Er is mij verzekerd dat hij aanstaat. Mocht hij niet aanstaan, sprint dan eventjes vanuit de techniek hier naartoe en dan gaan we dat fixen. Dit is een catchbox en daarmee kan je ook heel makkelijk vragen stellen. Dus mocht je er net of er wel tussen hebben gestaan, maar we hebben je niet genoemd, of er is wat anders gebeurd waardoor, misschien vind je dit veel makkelijker.
Wie wil een vraag stellen? Ik zie gelijk al een hand omhoog gaan. Ja. Dus ik gooi hem voorzichtig de eerste. Heel mooi. Mijn naam is Ton Sels. Ik wil een vraag stellen omdat jij nog niet zo lang geleden op bezoek bent geweest bij Travis Boersma. Ja, van klopt. Dus Brush. Ja. Ik heb hier daar wat informatie over. Ja, dat klopt. Nu weet ik het weer. Ik ben benieuwd hoe dat gesprek gegaan was. Dit moet ik even uitleggen. Ik was een maandje geleden was ik in Oregon om daar een Nederlander te interviewen. Of eigenlijk een Nederlandse Amerikaan, Travis Boersma. Ik geloof dat zijn opa was het toch? Die was ooit uit de buurt van Snake was hij naar Amerika vertrokken. En Travis Boersma is nu de CEO van Dutch Bros. En iedereen die aan de Westkust is geweest, die kent het waarschijnlijk. Want dat is echt een soort Starbucks. Overal zitten ze. Een koffieketen is het. Maar Dutch Bros heeft een molentje als logo. Het heet Dutch Bros. Ze hebben van die bumperstickers, daar staat op de Dutch Army. Dus het is echt heel erg op Nederland gericht en die Nederlandse identiteit. En ik heb hem inderdaad geïnterviewd en ik vroeg me al af, hoe zit het nou precies? Hoe Nederlands is hij nou precies? En jij stuurde me toen inderdaad zijn eigenlijk zo'n familiestamboom. Hè? Het komt nog in de krant. Het komt, ik weet nog niet, over een paar weken in de Telegraaf te staan. Maar het was een heel erg leuk gesprek. Travis Boersma is dus, dat bedrijf is ook naar de beurs gegaan. Dus die man is miljardair inmiddels. Maar die loopt in een t-shirtje van Guns N' Roses rond. Het is echt een Amerikaanse Nederlander, zullen we maar zeggen. Die heel makkelijk in de omgang, helemaal niet een CEO. Het is gewoon echt one of the guys. Hele aardige man. Ook heel bevlogen. En eigenlijk op dat punt ook alweer on-Amerikaans. Want hij is heel erg bezig met het welzijn van zijn werknemers. Ook met het voorzichtig groeien van zijn bedrijf. En daar zit echt een filosofie achter. En daar zat ook wel een beetje een sociaal gevoel achter. En dat, we kwamen samen tot de conclusie dat er toch wel iets Nederlands bij hem in zat. Daarnaast is het ook een gigantische rebel die niet tegen autoriteit kan. En daar zat ook wel een klein beetje, dacht hij zelf, iets Nederlands in. Dus het was een heel leuk gesprek. Binnenkort in de krant. En nog dank voor je berichtje, want dat was erg behulpzaam. Dat, leuk. Okay. Wie? Je kunt hem doorgeven, gooien. Ja. Bedankt voor het antwoord in ieder geval net op mijn vraag, Bernard, of het nog goed komt met Amerika, die je tussen de regels door voorlas of beantwoordde. En ik luister al sinds aflevering 20 ongeveer en superleuk iedere week vaste luisteraar. En tussendoor noemen jullie vaak tips over wat te doen als je in Amerika bent, de plekken die je niet mag missen. Maar ik heb ze niet allemaal onthouden in al die 110 afleveringen die ik inmiddels verder ben. Maar binnenkort ga ik wel naar Amerika. En ik dacht, misschien is het leuk een thema-aflevering voorafgaand aan de zomervakantie met de must-visit tips van Jan en Bernard. Ah, leuk. Leuk. En is er nog een specifiek gebied waar je naartoe gaat? Of doe je het hele land maar? Nou, ik ben eerder aan de westkust geweest. En ik wil nu naar in ieder geval naar New York, Chicago en Washington. Ja, heel verstandig. En Boston. Kan dan ook. Hè. Ja, het lastig, ik vind dat vreselijk lastig. Ik zou best willen. Het is een soort reistips, hè? Reisgids. Ik moet even. Ik zit even te denken, hoe zou de vorm dan moeten wezen van die. Misschien moeten we een wat breder oproepje doen. Ja. Dat we mensen vragen van wie wil tips voor Los Angeles of andere plekken, North Carolina, South Carolina. In Chicago raad ik je aan naar de huis van Frank Lloyd Wright. Ja, daar zijn er een heleboel. Ja. Er is een bustour daar en dan kan je langs die huizen. Het is adembenemend fantastisch. Dat moet je onthouden. Ja. Dank. Ja. Een mooie stad trouwens. Prachtige architectuur. Geweldig. Ja. Ja. Over Washington zeg ik nog maar eventjes. Je kan tegenwoordig weer in het Washington Monument. Die grote spits. Oh, ja. En als je de ochtend van tevoren om 10 uur op die website kijkt, dan staan er nog een heleboel kaartjes. En dat is echt heel erg leuk. En dat heeft heel lang niet gekund. Doordat dat ding door een aardbeving kapot was. En daarna corona natuurlijk. Maar nu kan het weer. En dat is echt een hele mooie plek. En je hoeft er niet lang voor in de rij. Dus heb jij nog een New York aanbeveling? Of je bent altijd van alle musea daar? Ik ben heel erg van musea, ja. Welk museum was nou ook weer met dat gouden schilderij wat je noemde? Ja, dat is een, dat heeft alleen maar Duitse en Oostenrijkse kunst. Klinkt wel gek. Van Ronald Lauder. Van Ronald Lauder, ja. Je kent het. Ik ken hem. En je kent hem, ja. En dat
Jeroen heeft bemiddelde vrienden. Ja, dat daar is zit even, hij ook, toch? Een van de rijkste mensen ter wereld. Ik ben even, hoe heet het museum ook weer? Ik ben even vergeten uit mijn hoofd, maar in afval. Ja, daar hangt, Duitse daar, naam. Daar hangt een, daar komen we op terug. Daar hangt een heel beroemd schilderij. Ja, van Klimt. Van Klimt. Dat heet, nee, niet de kus. Oh nee, hoe heet ze? Tante Adèle heet het. Tante Adèle, en dat is een vrouw. Ja? Tante Adèle? Tante Adèle, en dat is een heel beroemd verhaal. Een vrouw, in, ja, helemaal in het goud. Ja, schitterend. In goud, hoe die dat heeft gedaan, God mag het weten, dat schilderij. Maar het schilderij is zo interessant, omdat is een van die kunstwerken waar een strijd om is gevoerd, omdat het roofkunst was in de Tweede Wereldoorlog. Dus de erfgenamen daarvan, er is ook een speelfilm over gemaakt trouwens, die heeft een proces gevoerd. Ja, de Neue Galerie. Neue Galerie, ja. Het is vlak naast het Metropolitan Museum. Ja, dit is dit schilderij. Ja. 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 Nou, dat is de tip. Ja. Dus we gaan nog even kijken hoe ik zou zeggen, ga naar Tante Adèle, dat is de moeite. Ja. Mocht je gratis kaartjes willen, dan... Wie wil nog een vraag stellen? Ja. Nee, ik wil alleen even toevoegen dat je daar ook ontzettend lekker kan lunchen. Ja. En dat is beter. Nee, dat klopt. In de Neue Galerie. Ik zie daar helemaal in de hoek. Oh! Microfoon kapot. Ja. Diep, diep. Zo. Ja, top. Ik wou graag weten wat Bernard verder vond natuurlijk van de gangsterrap, maar ik denk dat ik toch iets anders ga vragen. Ik bedacht me, je hebt eigenlijk de pick-up truck in Amerika, maar voor de rest, dat maken ze zeg maar ongelooflijk goed. Wat maken ze nog meer ongelooflijk goed? Ah, je bedoelt een Amerikaans product? Ja. Ja, wat kunnen ze nou beter in Amerika nog? Wat? De pick-up truck, ja, de best verkochte auto ter wereld is de Ford 150. En dat is een pick-up truck. Dus geen auto in de wereld die beter wordt verkocht dan die. En die wordt nu ook elektrisch, hè? Jij bent erheen geweest. Nou, dat gaat nog. Ja, precies. Dat gaat gebeuren. Ja, zeker. Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, met elektrische auto's proberen ze natuurlijk dat, die koppositie. Maar waar zijn ze nog meer heel erg goed in? In wapens. Nummer één wapenexporteur. Dat is ook wel zo. Ja. Want al die wapens waarmee wij nu vinden dat we de Oekraïners helpen, die zijn bijna allemaal in Amerika gemaakt. Dus dat is ook wel waar. Daar kun je van vinden wat je wilt, maar het is zo. Op het gebied van informatietechnologie, dus de IT-sector, daar is Amerika werkelijk briljant in. En ik denk dat echt het grootste deel op dat gebied van wat er in de wereld wordt ontwikkeld, zijn oorsprong heeft in de Verenigde Staten. Het wordt er vaak wel gemaakt. Maar dan wordt het ergens anders gemaakt. Ja, assembleren, dat doet er niet toe. Maar het bedenken van, je kunt zeggen, het internet komt er vandaan. WWW komt uit Amerika. Barbecues, ja, lekker ook. Dat, Weber. Ja. Ik zie hier een hand omhoog gaan. Ik ga mijn best doen. Hè? Redden we dat? Oh, bijna een kopbal. Best goed. Grappig, hè? Ja. Best goed gelukt. Over de vraag van net zou ik misschien nog ruimtevaart toevoegen. En dat is meteen ook een tip voor als je in de buurt van Houston bent. Ik vond het NASA bezoekerscentrum buitengewoon indrukwekkend. Zeer. Als je die hal binnenkomt en daar zie je de ding ook alweer, de Apollo, een van de Apollo's die niet weggestuurd is, liggen in een soort garage. Het is een beetje verouderd, maar heel indrukwekkend. En in de buurt, dat zal dat nog in de mail misschien nog eens toelichten, nog een tip ligt ook het Battleship Texas. Heel leuke link ook met, als je in Normandië bent, daar kun je de inslag van dat schip zien. Ja. Maar dat andere verhaal. Ik had nog wel een vraag waar ik... ik wilde eigenlijk een vraag stellen. Ja. Maar ik had hem ook voor het scherm ingestuurd, maar niet gezien. Toen ik een aantal jaar geleden alweer in Texas was, zag ik, ondanks dat je dus daar kennelijk overal een wapen mag dragen en een wil dragen, en dus hebben jullie uitvoerig over gesproken, toch heel veel bordjes staan bij winkels dat je daar geen wapen naar binnen mag dragen. En... Ik vind dat wringt dan toch weer. Het is kennelijk iedereen wil en mag en moet een wapen kunnen dragen.
Maar bij heel veel winkels mag je dat ding naar binnen meenemen. Houden de Amerikanen zich daar aan? Hoe wordt dat gehandhaafd? Wat doen ze met dat wapen als ze daar buiten op de stoep staan? Leggen ze die dan, zetten ze die dan tegen de gevel? Naast de hond. Bij een hondje, ja. Precies. Ja, het zijn een beetje huisregels, denk ik. Hè? Als je iemand bij je thuis uitnodigt en zegt, ja, geen wapen, dan neemt diegene geen wapen mee. Maar handhaven? Ja. Nee, je kunt niet handhaven. Ik denk dat het ook geen juridische grondslag heeft. Want er bestaat wel een wet dat je wapens mag dragen, maar er is geen amendement aan die wet dat het onder bepaalde omstandigheden kan worden verboden. Die is het gewoon niet. Dus het is aan de winkel om dat te doen. En dan moet je maar hopen dat ze hem inderdaad naast de hond neerleggen. Ja. Of niet. Ja. Nou, ik denk, kunnen we er nog eentje doen? Ja, tuurlijk. Dan gaan we naar de quiz. Dat is makkelijk. Nou, die is dichtbij. Ja. Yes. Om nog even terug te komen op de schoolshootings. Volgens mij is het overgrote deel van de schoolshootings in public schools hier zo. En niet echt in private schools, als ik het goed heb. En mijn vraag is dan, wat vindt de gemiddelde Amerikaan van private schools? Wat is hun mening daarover? De gemiddelde Amerikaan vindt van een private school dat die $65.000 per jaar per kind kost. Dat is wat hij ervan vindt. Dus dan heb je bijna het antwoord. Dat is dus echt alleen maar weggelegd voor een heel klein groepje mensen. Nou is het een heel groot land en op 341 miljoen mensen is, laten we zeggen, 1% of zo nog steeds heel veel. Maar dat is alleen maar weggelegd voor de rijken. The lucky few. En daar zal dat probleem ongetwijfeld geringer zijn. Ja, ik denk dat we daar maar eventjes, want wij lopen uit tijdens het uitlopen. Dus en die mensen moeten ook weer een keer naar huis, hè, hoe leuk het ook is allemaal. We gaan nog een quiz doen. En daarvoor wil ik jullie zo allemaal vragen om op te gaan staan. Dan doen we petje op, petje af noemen we het, maar we hebben geen petjes. Dus het woord petje op is hand op je hoofd. Oh god, dat gaat nu al fout. Petje af is hand naar beneden. En dus als jullie allemaal willen gaan staan, dan beginnen we met de quiz. En degene die als laatste overblijft... krijgt een ticket naar New York. Oh. Ja, dat is hem. Hij is leuk. En dan weet ik eventjes niet meer, maar misschien dat Pieter mij dat duidelijk kan maken. Of nou de vraag ook in beeld komt of alleen het antwoord. De vraag komt ook in beeld, dus je kan ook meelezen. In welke staat werd de rechtszaak tussen Johnny Depp en, wat was haar voor, Amber Heard? Ja, gevoerd. Was dat petje op, Florida, of petje af, Virginia? Dat was die zaak waar iedereen het in Amerika in ieder geval had over had afgelopen weken. Nou, ik zie een paar mensen met een petje op. Ja, Bernard, jij bent de man die deze zaak op de voet heeft gevolgd. Ja. Nou, het had aanmerkelijk meer belangstelling in de meeste media dan welk ander onderwerp dan ook. Hè? Ja, zelfs Oekraïne. Zelfs het geweldsverhaal, het abortusverhaal, Oekraïne, het versloeg alles, dit verhaal. Dus, hè, voor journalisten echt wel interessant. Heel simpel, het ging om de vestigingsplaats van de uitgever. En de uitgever was in dit geval de Washington Post. En die is gevestigd in Virginia. Dus vandaar dat het proces daar werd gevoerd. Ja, dus gefeliciteerd aan het overgrote deel van de zaal die dit goed gevolgd heeft, heel goed. Laten we naar de volgende gaan. Deze is voor de echte fans, jongens. Wie van ons drinkt zijn koffie het ingewikkeldst? Petje op, dat ben ik. Petje af is Bernard. Jullie weten, koffie is het vaste onderdeel van onze podcast. Ja. Veel petjes op. Zo, wat wordt dit, jongens? Want er is namelijk maar één die het antwoord weet. Want dat ben ik. Zo ingewikkeld, en dat is Bernard. Ja, ja. Ja. Nou, laat vooropstellen, Jan is het niet, dus. Ik drink het zwart. Want die drinkt gewoon zwarte koffie. Hè? Zwarte koffie met zonder niks. Nee, precies. Maar bij mij, zeker als ik op de redactie ben van BNR, daar ben ik er berucht om. Want zegt, zal ik even koffie voor je halen? Ze weet waar je aan begint, want ik wil een dubbele espresso. Extra sterk. En daar wil ik dan zoetstof bij en zo'n melkstikje. Dan moet je voorstellen, een redacteur met wie ik werk. Ik zeg, als ze het aanbieden, zeg ik al, dit ga ik je niet aandoen.
Haal maar koffie voor jezelf. Maar er zijn af en toe van die aarde, Freek, onze Freek, weet niet waar die is. Vandaag college, ja. Die kan goed koffie zetten. Nee, maar daar heb ik een aantal jaren mee mogen samenwerken. En die deed dat dan voor mij. Ja, die ging dat dan halen. Hoe vind je dat? Ja. Adembenemend. Ja. De eerste keer dat ik koffie voor jou wilde halen, toen zei je alleen, toen dacht je even na, laat maar. Laat maar, ja. Dus mij zat ik op. Ja. Nou ja, goed. Dus, het is wat leger geworden in de zaal. Laten we naar vraag 3 gaan. Als we aan Amerikaanse politiek en tv denken, dan is The West Wing wel de serie waar veel mensen aan denken. Martin Sheen speelde jarenlang de president. Maar hoe heet die president ook alweer? Is dat petje op Josiah Bartlett of petje af Thomas McKenna? Wat geroezemoes. Zijn er veel kijkers van The West Wing hier? Ja, ik hoor wel wat. Maar ik hoor ook gokjes. Veel op, veel petjes ja. op. Nou, ja. Bernard. Ja, de op hebben gelijk. Want dit is hem, hè? Josiah Bartlett. Ja. Maar hij was, hij was vernoemd naar een van de founding fathers. Ah, ja, mooi symbolisch. Ja. Is dat ook iemand waar je wel eens mee gespeeld hebt, Martin Sheen? Nee, helaas nee, niet. Dat vind ik een fantastische acteur. Ja, ik heb wel met hem gewerkt. Dat is een heel ander verhaal, ja. Verdorie, dus ik, ik moet ook snel iemand vinden waarmee ik... Vraag nummer 4. Dat is weer een voor de vaste luisteraar. Welk vervoersmiddel stond op het eerste logo? Het eerste logo van de Amerika-podcast. Was dat een roze Cadillac? Of was dat toch Air Force One? Dit wordt wel vol overtuiging. Nou, Bernard, verlos ons. Ja, een roze Cadillac. En dat is hem, ja. En dat was met Elvis in het hoofd. En ik vond dat zo... Ik heb hem destijds uitgezocht, maar Jan was nooit gelukkig mee met deze... Het deed mij altijd aan de familie Vlodder denken. Ja. Dus ik vond het niet zo... Maar dus ik vond dit zo intens Amerikaans. Maar goed, hij is al lang niet meer in gebruik. Nee. Dan gaan we nog even naar onze gast voor vraag nummer 5. Hoe heet de Russische slechterik die Jeroen speelde? En dat ging om die befaamde James Bond film. Ja, moeilijke naam, hè? Georgi Koskov of Yuri Andropov. Dat was dus een van die tussenpauzen tussen Brezhnev en... Ja. Geeft het antwoord al. Ja. Koskov. Ja, van de acteur zelf. Koskov was het. Nou, dat wisten wel veel mensen, toch? Ja. Nummer 6. We hebben het er wel eens over gehad in een aflevering. Dus dit is ook weer voor de hele goede luisteraar. Maar ja, wie nu nog staat, dat is wel een echte luisteraar. Hè? Dat is wel duidelijk. Wat is onze favoriete president? Of wie is onze favoriete president liever? Is dat petje op Johnson? Dan bedoelen we Lyndon Johnson. Of is dat petje af Barack Obama? Petje op Johnson, petje af Obama. Ja. Allemaal op. Ja, iedereen zegt petje op. Ja, ze hebben allemaal gelijk. Ze hebben allemaal gelijk. Goed, En dat is niet een sympathie kwestie. Ik wil het wel heel snel even uitleggen. Maar ik vind Johnson altijd interessant. Omdat zeker als je ziet het geklungel toch een beetje van Biden. En ook het geklungel van Obama. En tot op zekere hoogte ook van Trump. In het door het congres krijgen van wetten. En... er is niet één president, bij mijn weten, in de geschiedenis die zoveel wetten door het congres heeft gekregen als Lyndon Johnson. Hij was natuurlijk eerst fractievoorzitter in de Senaat, geloof ik, van de Democraten. En daarna vicepresident, daarna president. 42.000 wetten heeft die man door het parlement. En ook de grote ambitieuze wetten. Ja, hele grote ambitieuze wetten. Afschaffing van de apartheid. Wat dacht je daarvan? Medicare, Medicaid. Mm. Allemaal uit zijn brein, aan zijn brein ontsproten. En hoe deed hij dat nou? Dat vind ik altijd het mooie van het verhaal. Het was een bruut, een onvoorstelbare, werkelijk een schandalige... Intimiderende, maar het huis heeft dus 435 leden en de Senaat 100. En als hij zijn zin wilde, dan belde hij ze alle 535 op. Of hij ging langs bij ze thuis om ze de huid vol te schelden. Of hij zond bloemen naar hun vrouwen. Of hij stond ze beneden op te wachten bij de lift met een fles whisky. Er was geen middel dat hij schuwde om ze... En dan kijk nou eens naar Biden. Ja.
Begrijp je wat ik bedoel? Die ja, 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 het is duidelijk. Ja. Fictie loopt soms voor op de realiteit. Dat zagen we ook bij Trump. Want een bekende animatieserie voorspelde al dat Trump president ging worden. Welke serie is dat? Is dat petje op South Park of petje af The Simpsons? Petje op South Park, petje af The Simpsons. Ja, het waren de Simpsons. Ja. Jammer, man. Daar ga je. Ja. Maar wel lang volgehouden. Ja. Ja, dit is weer even een serieuze, Bernard. Vraag 8. In hoeveel staten kan je zonder enige restricties een pistool op zak hebben? Ik moet eerlijk zeggen, die had ik ook niet paraat, hoor. Petje op is 7, petje af is 30. Petje op 7, petje af is 30. Ja, ik zag twijfel, maar toch. Ja. Ja. Nou, ja. Bernard. Ja, nee, het is petje af. Oh. Ja. Godverdorie. Dus ja, goed, er zijn er drie. Hoeveel hebben we er nog? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nog 8. 30. Ja, er zijn inderdaad 30 staten waar volledig vrij wapenbezit is. Ja. Nou, dit wordt weer eentje voor de mensen die heel goed opletten. Ze worden ook steeds wat moeilijker natuurlijk. Wat staat er op de door mij aan Bernard gegeven koffiemok, waar hij tijdens de opnames uitdronk voordat we onze eigen Amerika-podcast mok hadden. Dus voordat we die Amerika-podcast mok hadden, toen had Bernard één mok waar hij vaak uit dronk. En nog steeds, gekregen, hoor. Ja. Maar gelukkig, die is er nog steeds. Staat daar petje op Air Force One? Of petje af President Johnson, waar we het net over hadden? Allemaal op. Allemaal op. Goede ja. Luisteraars, zeg. Ja, dat klopt. Omdat Jan het plan had om naar de Reagan Library te gaan. En dat heeft hij gedaan. Ik zei, dat moet je absoluut doen. Want daar staat de oude Air Force One. Voordat die 747 in gebruik werd genomen, was dat een oude 707. Heel beroemd vliegtuig. En dat is op een bepaald moment, ik geloof tijdens de regering Clinton, is dat vervangen. Hm. En nu wordt hij weer vervangen trouwens. En dat is iets dat moet je gezien hebben. En ik heb een luchtvaarttik. Dus Jan is dat gaan doen. En bracht een prachtig zakje mee. Met daarop het logo van de Reagan Library. En daarin een beker met daarop de Air Force One. Nogmaals bedankt. Ja, ja, dat wil ik even horen. Ja. Vraag 10 dan. Dan gaan we weer even naar de huidige president. Wat is Joe Bidens lievelingseten? Is dat petje op een donut of is dat petje af ijs? Oh, dat zijn wel kenners, hè? Ja, het is een ijsie. Een ijsie. Een ijsie. Daar heb je hem. Zijn er acht mensen. Oh, ja, die acht die houden het lang vol. Dat, Heb je acht mokken? Ja, precies. Nee, we eindigen met... Dit wordt wel even ingewikkeld. Hier hebben we echt wat rekenkracht bij nodig. Want we gaan een benaderingsvraag doen om toch die laatste acht waren het. Verdorie zeg, ik vind dit wel heel knap. Om dan toch te bepalen wie het gaat worden. Jij mag rekenen, Bernard. Hoeveel kilometer zit er hemelsbreed tussen het huis van Bernard in New York en Jan in Washington D.C.? Ja. Ja. Met een marge van? Nou, dan mag je een marge nemen, hoor. Dat is prima. Maar je moet dus hemelsbreed is heel lastig. Dus een rechte lijn. Dit leek zo'n leuk idee, hè? Toen we dit bestaat, vonden, nee, maar we hadden straks een discussie over. Want als je via de weg gaat, is het natuurlijk veel langer dan hemelsbreed. Ja, even voor duidelijkheid. Dit is hemelsbreed. Wij wonen in de Upper West Side van Manhattan. Dus dat is aan de linkerkant van Central Park, een beetje naar het noorden toe. En Jan en Barbara wonen bij DuPont Circle in Washington. Voor de mensen die het heel exact willen raden. Een marge van 1 kilometer. Ja, precies. Ja. Laten we aan die kant beginnen. Ik denk 500. Ja. 260. 350. 700. Daar volgens mij in de hoek. 600. 320. Wat zei je? Welke was dat? 320. 320. En 380. En de laatste? 275. Nou, hij zat bijna... Jij mag het natuurlijk zeggen, wil ik het al bijna zeggen. Ja, ik heb... Nou ja, jij mag het aantal noemen. 332 kilometer is het. Oh. Ja, dus 320. Ja. Dat is goed, ja. Zeg.
Waanzinnig. Gefeliciteerd. Er zijn er nog maar heel weinig van. Dus nou, die koffie die gaat nog veel beter smaken. Goed man. Heel goed. Dus dat nummer 2, hè? Ja. Denk ik, of maar, niet? We hebben er maar eentje, dus... Oh, ik dacht dat je nog geen had hier. Ja, nou, die wilden wij jou geven eigenlijk. Nee, ik die stel hem... niet weg te geven. Jawel, je moet hem wel nummer 2 geven, omdat ik het zo knap vind. Ja, geef je hem... Ja. Nou, dan doen we dat. Wie had 350? Ja, jij krijgt dan de mok van Jeroen Krabbé. Goed. Oh. Hupsakee. Nou... Goed. Zo. Maar echt nog even signeren, hè? Ja. Nou, super, jongens. Dat was hem dan echt, denk ik. Dat was hem echt, ja. Nu hebben we gewoon niks meer. Smaken er op. Nou, we mogen nog een drankje doen aan de bar. Dat kan hiernaast. Daar zijn jullie ook allemaal zeer welkom bij. Om dat nog eventjes met ons te doen. Ten slotte, natuurlijk moet ik iedereen nog even bedanken. Jullie, dat jullie er allemaal waren. Echt fantastisch. Echt heel leuk. Hier naar de arena, denk ik. Of Only Way is Up, toch? Ja. En we moeten nog even bedanken. Natuurlijk Nieuwsport dat we dit hier mochten organiseren. BNR, die ook mee organiseert en ons ook helpt deze podcast te maken. En Haags College natuurlijk, die ook vanavond actief waren. En er een hele mooie avond van hebben gemaakt. En natuurlijk leuk. Gast. Ik vond het hartstikke leuk. Hey, heel erg bedankt. Ja, heel erg leuk dat je er was. Super. Op naar het bier. Aan de drank. Aan de drank, ja.